Ja, wij van meer democratie, wij propageren dus directe democratie. En we doen dat enerzijds vanuit studie van de best practices wereldwijd, anderzijds vanuit een breed levensbeschouwelijk concept. Maar we hebben daarboven het voorrecht iemand als Willy Adriaans onder ons te hebben. En Willy is ervaringsdeskundige, mag ik wel zeggen, op democratisch gebied. Als bedrijfsmedewerker in Zwitserland heeft hij er gedurende jaren aan de lijf ervaren wat democratie is. En dit was zo'n intense leerschool, blijkbaar, als ik het zo mag noemen, dat sindsdien het woord democratie, zoals dat elders in de wereld wordt gebruikt, voor hem eerder klinkt als een farce, zou ik zeggen. Democratie impliceert immers een soeverein volk. Met andere woorden, mensen die over een samenleving steeds het laatste woord hebben. En Willy zal, zoals aangekondigd, de aanslepende regeringsvorming in ons land, de zoveelste ondertussen trouwens, die regeringsvorming aangrijpen om te verduidelijken hoe het er in een volwaardige democratie wel aan toe gaat. Dit alles vanavond al wel in een notendop. Hij wil, zo zegt hij, zich niet uitputten in de topsommen van wat bij ons allemaal misgaat, maar eerst en vooral tonen hoe een ware democratie werkt. Daarom zal zijn uiteenzetting betrekkelijk kort zijn en verwachten we veel van jullie vragen, want die verduidelijken immers vaak heel veel. Zo, Willy, ik laat u graag het woord. Ja, dank u wel, Guido. Het is iedereen welkom en allemaal bedankt om te komen. Ik ga het voornamelijk hebben over democratie. En waarom ga ik het hebben over democratie? Omdat dat een woord is dat ten onrechte op vele gebieden verkeerd gebruikt wordt. En ten onrechte. En zeker hier bij ons, nu we dat toch aan de lijve ondervinden, hoe gemakkelijk het gaat als jij als burger verplicht bent, ik zeg niet uitgenodigd wordt, maar verplicht bent om gaan te stemmen voor een federale regering die al bijna 200 jaar aan een stuk iedere keer een acte aan dat opera-gedoe van in de tijd iedere keer een acte aan toevoegt. Nou, ik ben misschien de enige die daar problemen mee heeft, dat weet ik niet. Ik trek dat zeer in twijfel. Ik denk dat de meeste burgers daar stilaan dat beu zijn van dat gedoe. Kijk, als je als burger verplicht bent om gaan te kiezen, wat al ondemocratisch is, iemand verplichten om iets te doen, dan vind ik dat je, als je gekozen hebt, dat er niet moet gesjoemeld worden of dat er niet moet in donkere kamertjes besprekingen aangevat worden om hoe gaan we dat nu 5 jaar doen? Hè? Want er wordt al eigenlijk door het staatshoofd en formateur gekozen die eigenlijk de grootste partij vertegenwoordigt bij de verkiezingen. Maar dat is allemaal in een democratie van geen belang. Dat bestaat daar niet. En democratie, Guido heeft het even aangeduid, ik zal ineens maar de grootste pijler van een democratie aanduiden. En dat is dat de burger soeverein is. In een democratie is de burger soeverein. Ja, niemand anders. Dat betekent dat democratie voor de burger is, met de burger is en door de burger is. Ja? Hij heeft dan ook op het einde een beslissing te nemen. Hij kan een beslissing nemen, want hij is er vrij in. In een democratie is iedereen vrij. Niemand wordt verplicht tot niks. Maar daartegenover staat wel dat in een democratie iedereen mee kan doen. En dat in een democratie geen enkele uitsluitingen gebeuren. Dat er geen cordons sanitairs zijn en dergelijke meer. Ja? Iedereen heeft het recht om te gaan kiezen, maar iedereen heeft ook het recht een vrije mening te hebben. Ja? En het is ook gebaseerd. Ik heb een tijd aan het nadenken geweest dat de universele rechten van de mens eigenlijk een afgeleide zouden kunnen zijn van een democratie. Want een democratie, dat is al van in de tijd van de Grieken, is dat ontstaan. En ja, de universele rechten van de mens, dat is uitgevonden door de Verenigde Naties. Dus,
Het is ook een rechtsstaat, een democratie. Het is een rechtsstaat waar dat er een wetgevende macht is, een uitvoerende macht en een gerechterlijke macht. Ja? Die zijn volledig van elkaar gescheiden. En als ik zeg gescheiden, dan is dat ook gescheiden. Ja? Nu is het zo dat in een democratie er twee kamers zijn. Hier wil men één kamer afschaffen. Ja, die schijnt blijkbaar onnodig te zijn. Dus dat is een stap, als ze die een keer gaan afschaffen, dat is dan een stap verder, niet naar de democratie, maar naar de dictatuur. Ja? Maar dat is ter zake. In een democratie heb je twee kamers. En waarom zijn daar twee kamers? Omdat in één kamer het volk gaat kiezen zijn vertegenwoordigers direct. Dat betekent, als je gaat kiezen, dan kies je als kiezer. Als burger, je vertegenwoordiger direct. Niet via de partij of niet via een lijst of je krijgt een kiezerslijst en daar kies je je kandidaat uit. De volgorde op de lijst speelt geen rol, hier blijkbaar wel. Want iemand die bovenaan de lijst staat, dat moet je niet voor kiezen, want die is sowieso verkozen. In een democratie is dat niet mogelijk. In een democratie heeft iedereen evenveel kansen om verkozen te worden? En het is ook zo dat jij als burger, een paar weken voordat de verkiezingsdatum is, dat je thuis per post je verkiezingsbrief krijgt en met een heleboel uitleg per kiesdistrict natuurlijk over de personen waarvoor je kunt kiezen. Volgens partij en volgens kiesgerechtigde en kieskandidaat. Dus je kunt ook al als burger beginnen gaan een keuze te maken. Ja? Nu, als je een keer die keuze gemaakt hebt, als ik het voorbeeld van Zwitserland neem, die mensen die krijgen dat per post en die gaan kiezen per post. Een gedeelte gaat nog naar het kieskantoor, maar ja, daar zijn die ook misschien niet zo muffig als hier bij ons, maar dat gebeurt praktisch bijna niet. Dus je stuurt uw kiesbrief terug en je hebt gekozen. Ja, wij zijn verplicht geweest om gaan te kiezen daar in een mufklokje, een bolletje rood verven of ik weet niet wat. Ja. En ik moet u zeggen, ik heb hier waar ik woon heel weinig informatie gekregen over de kandidaten waarvoor ik kon kiezen. En dat is nu hetzelfde met de komende gemeenteraadsverkiezing. Ik heb tot nu toe al twee pamfletten in mijn brievenbus gekregen. En ik heb wel een kaart gekregen verleden week, een kaart. Weet je, zo'n kaart. Nu is het een uitnodiging. Vroeger was dat verplicht van te kiezen. Nu is het een uitnodiging, maar dat is alleen in het Vlaams gewest. Want de Walen en de Brusselaars die moeten ook nog gaan kiezen. Dat is nog altijd. Hè? Nu, als jij als democraat in een democratisch land dan uiteindelijk je keuze hebt gemaakt, dan worden die stemmen geteld. Zoals hier. En eerst worden de stemmen per partij geteld. En dan worden de stemmen geordend volgens de grootte en de hoeveelheid van de personen die verkozen zijn. En aan de hand daarvan worden de zetels vastgesteld, volgens uw district weer al een keer. Ja? Stel dat je in uw district 10 mensen kunt afvaardigen naar de ene kamer, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, dan zijn het de 10 kandidaten in dat district met de meeste stemmen, die al onmiddellijk een zetel in de wacht slepen en uitgenodigd gaan worden om het parlement te gaan vervoegen als zij eraan beginnen. En dat geldt zo over het ganse land. Wat dat ook heel interessant is in een democratie, daar heb je één burger, één stem. Of dat dat nu het noorden van het land is, het oosten of het zuiden of het westen van het land, één burger, één stem. Niet meer, niet minder. Ja? Nu, als dan uiteindelijk iedereen weet van de verkozenen waar dat ze naartoe kunnen, oftewel naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers of naar de andere Kamer, ja, dat kan voor de provincie of dat kan in Zwitserland is dat voor de kanton. Ja. Nu is er wel een verschil, waarom zijn er nu twee kamers? Dat is ook om een beetje de minderheid evenveel kansen te geven dan de meerderheid. Kleine groeperingen zouden kunnen denken, ja,
Wij worden hier een beetje benadeeld. Nee, dat kan niet. Die Tweede Kamer is speciaal zo uitgericht dat die eigenlijk. Die zetelverdeling ziet er helemaal anders uit dan in de andere Kamer van Volksvertegenwoordigers. In de ene kant worden de zetels berekend in functie van de aantal personen in het district. En aan de andere kant wordt het berekend aan de hand van de grootte van het district. Dat betekent, zoals hier bij ons, dat er zoals in de Kamer, bij ons en in de Senaat, dat in de Senaat maar de 11 of misschien nog minder leden verkozen zijn. Maar wat is nu het fenomeen? Het fenomeen is dat die twee kamers elkaar moeten helpen en dezelfde beslissingen moeten nemen. Ze moeten akkoord hebben, ze moeten alle twee samen een beslissing nemen. Nu is het zo, een keer dat de burger die twee kamers heeft verkozen, dat die twee kamers een regering gaan verkiezen. Die stellen iemand aan, een regering, dat is dan de uitvoerende macht. Zij vertegenwoordigen de wetgevende macht en dan gaan die verkozenen een uitvoerende macht zelf kiezen en een rechterlijke macht kiezen. Die volledig onafhankelijk is en volledig, wat moet ik zeggen, volledig eigenlijk integer, tussen aanhalingstekens. Maar dat is dan hetgeen wat er gebeurt in een democratisch land waar de democratie is. Wat is daar ook nog zo speciaal, want een van de eigenschappen in een democratie is, dat is dat de burger, die eigenlijk uiteindelijk het laatste woord zou hebben, ook zijn verkozene kan tegenspreken of een veto kan uitoefenen als hun vertegenwoordigers die zij gekozen hebben bepaalde beslissingen nemen die misschien niet, die zij niet interessant of niet goed vinden. Dan kunnen zij een veto stellen door middel van een referendum. Er zijn verschillende soorten referendum. Ze kunnen zelf, als alles letterlijk, ze kunnen zelf een voorstel doen. Ze kunnen een initiatief nemen. Dat alles gebeurt onder de vorm van een referendum. En als ik nu terugkijk naar Zwitserland, om dan Zwitserland als voorbeeld te nemen, die mensen die gaan daar 4 keer per jaar naar de stembus. Die hebben daar 4 dagen in een jaar waar ze uitgenodigd worden om te beslissen over, via een referendum over bepaalde problematieken. Dus niet alleen dat ze 1 keer om de 4 jaar gaan verkiezen voor een nieuw parlement of weet ik wat, maar ze gaan ook 4 keren, op vrije wil natuurlijk, vrij uitgenodigd, gaan zij beslissen over bepaalde situaties. Hier zitten we nu met een regeerakkoord. Stel dat er een keer iets gebeurt dat niet in dat regeerakkoord staat, dan gebeurt daar niks mee. Oftewel wordt het op de lange baan geschoven, of er gebeurt gewoon niks mee, het wordt vergeten. De kiezer, in principe, wat weet hij nog van zijn programma dat er zou gaan overblijven van de partij waarvoor hij gekozen heeft? Ook schier niks. Ja? En dan is men verwonderd dat de burger eigenlijk. Ja, de politiek, wat is dat? Ja, daar in Brussel is het, hè? Daar hebben ze het gedaan, daar hebben ze het verkeerd. In een democratie is dat niet. In een democratie heeft de burger zelf het initiatief genomen. In de burger heeft toch uiteindelijk zelf de burger beslissingen genomen. Als daar iets verkeerd gaat, door middel van een referendum bijvoorbeeld, dan moeten zij de vinger naar zichzelf wijzen, hè? Ze kunnen niet wijzen naar hun verkozenen, want die lachen in. Die zeggen, ik weet van, ik heb het gewild. Nu is er wel het zo dat, en dat heb ik meegemaakt, dat heb ik gezien regelmatig, er kunnen vergissingen gebeuren bij een referendum. Maar dan kunnen zij dat zelf ook repareren door via een ander referendum een aanpassing toe te passen. He, dat is mogelijk. Ja? Dus dat is bij een regeringsbesluit hier bij ons niet mogelijk. Wij kunnen er alleen over discussiëren en oncontent zijn en miscontent zijn omdat er verkeerde beslissingen zijn genomen. Ja, goed, oké. En daarmee is het gedaan. Ja, nu, wat nog heel interessant is in een democratie, dat is de meerderheid beslist. Dat is een van die eigenschappen van de democratie waar de meerderheid beslist. Daar valt over te discussiëren, dat betwijfel ik niet.
Want je kunt zeggen, ja, als ik me gelijk krijg met 50,1%, ja, dat is dan de meerderheid. Maar je moet het zo zien. De ene keer gaat jij winnen, gaat je met 50,1% winnen, en de volgende keer gaat jij met 49,9% verliezen. Ja? Dat hangt van de besluiten af en dat hangt van hetgeen dat ter tafel te spreken komt. Dus je gaat de ene keer winnen, je gaat een keer verliezen. Dat is niet hier, wij verliezen, die in de oppositie zitten, die verliezen 5 jaar aan een stuk. Die hebben niks te zeggen. Dat zie je. Kijk naar Villa Politica. Daar zit 10 man iedere keer. Zit daar 10 man, hè? En dan is het een groot succes. Soms is het zelfs zo dat ze in een plenaire zitting moeten gaan stemmen voor een besluit dat ze niet met genoeg mensen zijn en dat ze niet kunnen gaan stemmen. Ja? In een democratie en in Zwitserland is dat anders. Daar ga je niet alleen meer als een doktersbriefje moeten voorleggen als je niet kunt aanwezig zijn op een vergadering. Hè? Waar daar zijn ze alle 150 in de Kamer, volksvertegenwoordigers aanwezig, op een paar na die dan wel een geldige reden hebben om niet aanwezig te zijn. Dus er is een verplichte aanwezigheid nodig, noodzakelijk. Ja? Nu is het niet moeilijk te denken als je zo'n systeem bekijkt, dat de afstand tussen politiek en burger veel kleiner is dan hier. Want tot slot van de rekening, als ik verkozen ben, in Zwitserland ben ik verkozen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. En ik weet dat ik daar 5 of 6 of 7.000 mensen heb gehad die voor mij gekozen hebben. Mannen, dat is mijn achterban, hè? Dat zijn mijn volgers, ja? Dus ik ben onmiddellijk in een andere positie om er. Ik ga daar meer mijn best voor doen. Ik ga mij inzetten voor die mensen die achter mij hebben gestaan. Zij hebben mij verkozen omdat zij mij niet alleen voor mijn gezicht zullen ze niet doen, maar ze zullen het misschien doen voor hetgeen dat ik hen kan bieden. Of wat ik al gedaan heb in het verleden. Misschien ben ik al verkozen geweest en dat gebeurt daar. Want nu hebben wij hier bij ons in het federaal parlement bekend 60 of 70% nieuwelingen. Dat gebeurt daar niet, hè? Dat is daar, ja, als er iemand, hij kan sterven of hij kan zeggen, ik stop ermee enzovoort enzovoort. Maar voor de rest is dat een stabiele situatie. Ja? Maar in principe is het zo, kijk, de verkiezingen op zich is dan ook nog zo een punt waar je zegt, kijk, ik als burger, ik heb de mogelijkheid om me te engageren in iets. Het is ook zo dat de democratie hoopt en denkt en wilt dat de burger meewerkt. En het is een systeem waar dat iedereen samenwerkt, niet tegenwerkt. Kijk, wat is nu eigenaardig? In Zwitserland zijn er 4 officiële talen. 4, ja. Daar heb je ook Duitsers en Fransen en Italianen en Retro-Romanen. Nu, daar heb ik nog niet meegemaakt wat dat ik hier meemaak. De naijver, de jaloezie, en ik weet het allemaal tussen de Vlaamse gemeenschap, tussen het Vlaamse gebied en het zuidelijke Franstalig gebied. Dat vind je daar niet. Daar werkt iedereen naar één bepaalde richting. En dat is ook de bedoeling van een democratie. Kijk, waarom is er geen formatie of regeringsformatie in Zwitserland of in een democratie? Dat is omdat daar iedereen, iedere partij, iedere verkozene verplicht is om mee te werken aan een gemeenschappelijk doel. Natuurlijk, als er een thema op tafel komt, dat de ene niet akkoord is met de andere, dat is duidelijk. Maar uiteindelijk moet er een consensus zijn. Ja? En dat is daar al. Ja, verleden jaar hebben ze hun 175 jaar gevierd. Dat is daar al 170 jaar zo. Die hebben daar al een democratie die 170 jaar oud is. Dus wij moeten niet gaan beginnen aan te denken dat het beginnelingen zijn op dat punt. Dat is het niet. Ja? Belangen niet. Dus. Maar hoe lang duurt dat dan? Ja, natuurlijk iets langer dan dat ik het nu heb uitgelegd. Maar een keer dat die mensen door de burger verkozen zijn, kunnen die eraan beginnen, hè? Zowel in de ene kamer als in de andere kamer. Ja? Die kunnen de draad opnemen waar hun voorgangers hem laten liggen hebben, hè?
En wat gebeurt er dan? Dan wordt er over een thema gediscuteerd, het pro en de contra en dit en dat en de voor en de tegen. Zover ter lange laatste wordt er een resolutie aangenomen en er wordt gekozen en er wordt gestemd. En het probleem is opgelost, meerderheid tegen minderheid, punt. Volgende. Nu is het zo dat als ik het voorbeeld van Zwitserland neem, daar gaan ze om de 4 jaar voor de federatie en voor het kanton en voor de gemeente verkiezen, naar de verkiezingen. Dat is altijd einde oktober. En de 1e januari van het jaar erop, dat is het nieuwe jaar, beginnen die allemaal aan hun werk. Ze zouden dat vroeger kunnen doen, maar dat is nu zo vastgelegd in de grondwet. Het zou sneller kunnen, maar dat is nu zo vastgelegd. Wij hopen dat we de komend jaar met Pasen misschien een regering gaan hebben, hè, als we geluk hebben. Ja. Dus het is niet moeilijk om aan te duiden dat in een democratie een regeringsvorming veel sneller gaat dan bijvoorbeeld met hetgeen dat wij nu al, ik weet niet hoe lang, meemaken. Ja. Er zijn natuurlijk nog een paar eigenschappen die eigen zijn aan een democratie. De rechten van de minderheid, maar ja, dat wordt dan opgelost door die tweekamersystemen. Ja. Er moet natuurlijk een transparantie zijn, want vergeet niet, ik ben verkozen door die 5000 burgers. Als ik ergens iets niet doe wat moet, kan ik wel ter verantwoording geroepen worden. En dat is met alle excellenties zo. Ja. Het is niet zo van, ja, sorry, en dit en dat. Nee, ze kunnen ter verantwoording geroepen worden. En dat betekent ook dat er een serieuze transparantie is in het ganse systeem. Ja. Er is een transparantie en ze moeten verantwoordelijkheid afleggen. Ja. Zo verder en zo voort. Dan, ja, de scheiding van machten, dat heb ik al aangeduid. Het is niet zo dat ik. Dat het voorkomt dat de rechterlijke macht, die worden op dezelfde moment bepaalde rechters en rechtsinstanties, die worden ook om de 4 jaar herkozen. Dus dat is iets dat meegaat in de trommel van de vierjaarlijkse verkiezingen en zo verder. Ja. Zo. Wat zou er nog kunnen. Ik kijken of ik iets vergeten heb. Ik heb aangegeven dat de soort soevereiniteit is, dat is een heel groot punt. Ja. Maar ik denk dat ik eigenlijk alles uit de voornaamste punten van de democratie heb aangehaald. Ja. Dus. Dat was het dan, denk ik. Ik dank u voor uw aandacht. Hey, dank je wel, Willy, voor deze eigenlijk toch wel, vind ik, heel praktische duiding, hè, van democratie. Ja. Voilà, ik laat het aan Erik over om dan even de chat te controleren en de vragen dus eruit te halen, hè. Dus de vraag van Guido is als volgt. De beide kamers moeten dus een akkoord sluiten. Hè? Dus we hebben het dan over de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, veronderstel ik. Maar in welke zin, of welk soort akkoord moet er gesloten worden? En Ja. dan in welke zin is het bestaan van beide kamers een oplossing voor de rechten van de minderheden? Dat is eigenlijk de vraag van Guido aan u, Willy. Ja, wel kijk, de eerste vraag. Ja, de twee kamers zijn daar als er een besluitvorming moet gebeuren. Eender welk. Een artikel van de wet die verandert, of een nieuwe wet die gekozen moet worden, moet besloten worden, of een verdrag dat gesloten moet worden. Eender welke bewerkingen die zij, of besluiten die zij moeten nemen, eender welke, ze moeten die samen kunnen nemen. En ze moeten samen dezelfde ideeën naar voren brengen. Dat betekent, de ene mag, als de ene niet akkoord is met de andere, ja, dan hebben ze, oftewel leggen ze het voor aan het volk, aan het publiek. Dan doen zij een voorstel aan de burger. Oftewel wordt gewoon de zaak gesupponeerd, gaat de zaak voorlopig niet verder. Ja?
Dat is dan, dat bedoel ik eigenlijk met het bestaan van de twee kamers. Maar de twee kamers, die hebben dan, als ik dan zie in de volgende vraag, die hebben ook betrekking op het recht van de minderheden. Of op de mogelijkheden om de minderheden niet in een situatie te brengen dat die eigenlijk gaan denken, ik speel hier niet mee. En dat is er niet. Kijk, vergeet niet, en dat heb ik niet willen aanhalen, er is geen kiesdrempel, hè? In een democratie. In een democratie gaat iedereen meedoen. Hè? En dat betekent ook dat daar in de kamers partijtjes zullen zitten met één of twee zetels. Ja? En die één of twee zetels, die zijn op zeker ogenblik zo belangrijk of even belangrijk als een partij die daar met 20 zetels zit. Want bij een besluitvorming kan het op één of twee zetels aankomen. En dan zijn die kleine misschien wel de aanduiding, of eventueel wel de aangewezen partij of de aangewezen situatie om tot een besluit te komen. En aan de andere kant heeft een kleine groep evenveel mogelijkheden via een referendum om tot een besluit te komen. Wat gebeurt er nu meestal in Zwitserland? Dat is als een van de partijen bij een besluitvorming niet het gelijk krijgt, dat die dan eventueel door middel van een referendum via het volk en via de burger trachten die zaak om te kunnen draaien. Ik zeg niet dat dat kan of dat dat mogelijk, dat niet is, maar het is mogelijk. Ja? Dus die mogelijkheden die zitten er altijd in. En dat is nu de tweede reden waarom dat er die twee kamers zijn. Ik heb gezegd dat die twee kamers op verschillende manieren zijn ingericht. Dat betekent dat aan de ene kant een partij, de grootste partij in de ene kamer kan aanwezig zijn, maar dat hij niet uiteindelijk verkozen is in de andere kamer, die veel minder leden telt. Ja? In Zwitserland heeft die tweede kamer maar 46 leden. En in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zitten er 150. En wat betekent dat? In die tweede kamer zitten er, die worden onderverdeeld volgens de grootte van het kanton. Een kanton vaardigt twee leden af. En een kleiner kanton kan maar één lid afvaardigen. Ik geef een klein voorbeeld. In het kanton Zürich, met bijna 700.000, 800.000 inwoners, die kunnen in de ene kamer volksvertegenwoordigers 20 of 30 of 40 leden afvaardigen. Maar ze kunnen er maar één afvaardigen in de andere kamer. Ene, omdat het een klein kanton is. Dus die ene man, dat is niet, dat kan niet. Dat zal niet uiteindelijk zo een van de partijen zijn die de grootste partij is in het kanton Zürich. Bijvoorbeeld, ik geef het nu als voorbeeld aan. Dat kan iemand zijn van een heel andere partij. Aan de andere kant moet je het bekijken dat het altijd, jarenlang, altijd de vier grootste partijen zijn die eigenlijk een meerderheid vormen in het parlement. Als je nu toch over een regeringsvorming praat, over een meerderheid, wel, die zijn altijd in principe, zijn het vier partijen die altijd de meerderheid vormen. Maar dat heeft geen enkele betekenis. Want die, door het feit dat ze onafhankelijk zijn, door het feit dat ze hun eigen programma moeten verdedigen, en door het feit dat er geen overeenkomsten zijn gemaakt of geen akkoorden zijn gemaakt, ja, wat dat er hier wel gebeurt, kunnen die hun verkiezingsprogramma zonder schroom eigenlijk trachten uit te voeren. Ik zeg wel trachten uit te voeren, dat is zoals overal, de een is ervoor en de ander is er tegen. Maar uiteindelijk moet je van het principe uitgaan, ze moeten via een consensus een besluit kunnen nemen en dan is het de meerderheid tegen de minderheid die beslist. Ja. Als dan die minderheid, en ik herhaal het nog eens, niet akkoord is of zegt, ja goed, we leggen er ons niet bij neer. Wij gaan het parlement of de dingen een referendum op. We gaan en dwingen tot een referendum. We zijn er niet mee akkoord omdat wij dat ons gelijk niet krijgen. Dan kunnen ze via een referendum trachten toch ergens iets te kunnen uit de wacht slepen. Ik zeg niet dat dat gebeurt, maar de mogelijkheid is er. Ja? En dat is de democratie, de mogelijkheid. Je bent vrij, je kunt. Maar je moet wel een inspanning leveren. Je kunt niet passief kijken. Je moet meewerken aan een toekomst van het land, van de regio enzovoort. Enzovoort. Ja. Het klinkt misschien allemaal zoiets futuristisch. Dat begrijp ik. Maar
Er is al veel over geschreven, veel boeken over geschreven over democratie. Ik heb daar niks tegen, maar je moet ook een keer kunnen weten wat houdt dat in en wat zijn de voorwaarden. En hoe werkt het eigenlijk in de praktijk? Ja? Kijk, ik kan me moeilijk voorstellen dat er iemand is die niet graag wil meewerken aan een beleid van een land of van het beleid van een regio, of als dat in een gemeente is of in een provincie, maakt niet uit. Ja? Maar in ieder geval, er is niemand die daar genegeerd wordt. Hè? Iedereen doet mee. En hij is vrij om mee te doen. Voor alles. Er is nog een vraag van Robert. Die drie verschillende machten, moeten die apart verkozen worden per referendum, of worden de rechterlijke macht en de uitvoerende macht door de wetgevende macht aangeduid? Ja, dat is het laatste is wat dat is. In Zwitserland wordt is het de wetgevende macht die de uitvoerende macht en de rechterlijke macht samenstelt. Dat betekent dus dat iedere keer bij de nieuwe verkiezingsdoorgang dat die er verkozen kunnen worden. Zowel de ministerraad, die in Zwitserland uit 7 personen bestaat, als de rechterlijke macht, de rechters, die eventueel kunnen herkozen worden. Ja? Dus, maar dat gebeurt door de twee kamers. En dat moet ook weer een keer een gemeenschappelijk standpunt ingenomen worden. Die worden één per één worden die verkozen. Dus dat gaat niet via referendum of dat gaat niet via de burger zelf. De burger die heeft één, die is verplicht of die kan de wetgevende macht samenstellen. Dat is een van de hoofdzaken van de burger. Ja? Nu, door het feit dat de burger, pas op, want er zijn al gevallen geweest waar dat gerechterlijke beslissingen via een referendum door de burger teniet zijn gedaan of veranderd zijn geworden. Hè. Het is niet zo dat die dan maar ook maar de rechters of de rechterlijke macht of de ministeries daarboven zomaar eigenlijk hun willetje kunnen uitvoeren. Hè. Alles staat ook in een wet vastgelegd. En ze volgen dat ook. Hè. Je moet niet denken dat zij op zeker ogenblik een willekeur kunnen toepassen, want tot slot van de rekening, in principe is de burger daar eigenlijk degene die het laatste woord heeft. En dat is dan eigen aan een democratie. Het woord zegt het zelf. Ja, er is een aansluitende vraag van Robert. Is er dan nog echt sprake van een onafhankelijkheid van de drie machten? Ik bedoel dus waarschijnlijk als die wetgevende macht die andere twee machten kan aanduiden. Ja, goed, maar kijk, ik begrijp de vraag wel. Ik begrijp de vraag heel goed. Maar je moet ervan uitgaan. Kijk, als ik naar het ministerie, naar die zeven, de bondsraad bovenaan, die ook door de twee kamers zijn aangeduid, als ik zie dat daarvan al meer dan 50 jaar bijna dezelfde, enfin, 50 jaar kan niet, maar een hele tijd altijd dezelfde mensen daarin zetelen. Door het feit dat zij een gevestigde waarde zijn. En zo verder en zo voort. Een rechter die verkeerde uitspraken zou kunnen maken, die zou kunnen vervangen worden. Nu is het niet zo. Ik kan niet bewijzen dat daar geen onheuse dingen gebeuren. Hè? Maar het is een feit dat de twee kamers eigenlijk die andere machten eigenlijk benoemt en kiest. Nu, in hoeverre dat daar, die zijn wel afhankelijk. Hè? Je moet de rechterlijke macht, die heeft eigenlijk controle op alles. De rechterlijke macht heeft controle op alles. Zo dus. Dat betekent, als ik mijn vriend als rechter zou aanwijzen, dat die mij kan controleren. Ja? En sta me toe te zeggen dat daar geen rancunes zijn, dat daar eigenlijk geen enkele. Ik denk niet dat. Het is normaal dat je eraan denkt, maar ik denk niet dat het van toepassing is. En onafhankelijk is onafhankelijk. Het is nu wel zo dat er ook in Zwitserland een recall-procedure is. Dus dat betekent dus dat elke Zwitser of dat de Zwitsers
Dus een persoon die een bevoegdheid heeft, een uitvoerende bevoegdheid, een wettelijke bevoegdheid, dat die kunnen recallen, dus kunnen afzetten in feite, via een, laten we zeggen, een abrogatief of een optioneel referendum. Nu, geldt dat ook voor de rechters? Bepaalde uitspraken. Meneer, voor de persoon zelf bedoel ik. De burger heeft geen enkele... De burger die kan, als er een rechter een verkeerde uitspraak doet, kan de burger daar op een invloed op hebben. Zij kunnen via een referendum, kunnen zij wel, en dat is onlangs gebeurd, dat een beslissing van de rechtbank, en zelfs van het hogere gerechtshof, die de hogere rechtse positie heeft in Zwitserland, dat die via een referendum zijn teruggefloten. Ja? En dat zij hebben dan moeten binnen de kortste keren hun besluit herzien. Ja? Dat gebeurt wel. Dus het is niet zo dat de burger daar niks in heeft te zeggen. Maar het gaat wel niet over de verkiezing van de persoon. Het gaat over de uitspraak. Ja, ja goed. Ja, het is dus wel zo dat er in Zwitserland een recallprocedure bestaat. Dus als mogelijkheid voor de burgers om iemand weg te stemmen. Maar dat ze dan nog eigenlijk nooit toe gekomen zijn om dat te gebruiken. Omdat het nog niet nodig geweest is. Hè? Dat ook, hè? Dat ene voorbeeld dat ik daar zojuist aanhaalde, dat is waarschijnlijk een van de enige of een van de geweinigen in de geschiedenis van Zwitserland dat gebeurd is. En dat is juist. Dus het is een heel grote uitzondering. Ja? Dus in principe gebeurt de rechtsgang eigenlijk, ja, het is eigenlijk een voorbeeld. Ja, mijn vraag aan Robert, is dat voldoende als antwoord op uw vraag of vragen? Anders mocht je nog altijd een bijkomende vraag stellen natuurlijk in de chat. Maar dan ga ik over naar de vraag van Erik. Dus er zijn inderdaad verschillende economische verschillen tussen de kantons. En er is toch blijkbaar een vorm van solidariteit tussen die zogenaamde armere. En dat zijn dan waarschijnlijk de bergkantons en dan de kantons die meer in de vlakte liggen, zoals Zurich en zo, en Basel. Hoe werkt dat dan juist, die verschillen van tussen rijke en arme kantons? Ja, kijk, het is nu zo dat de filosofie is dat ieder kanton op eenzelfde niveau terechtkomt. En dan heb ik het over rijk, arm, over welstand en al die dingen meer. En zoals je zegt, is het zo dat bepaalde kantons, en dat zijn er maar een stuk of 3, 4, 5, die geologisch gezien, alleen maar door hun geologische ligging, niet in staat zijn om dezelfde resultaten te boeken als bijvoorbeeld de andere kantons. Nu is, en dat is dan een van de taken van het ministerie bovenaan, van die 7 mensen, die bepalen ieder jaar hoeveel, want dat is dan een soort van subsidies, van hulp, die dan krijgen van de staat. Maar dat wordt dan wel gecontroleerd. Dat is niet zo van, we geven nu maar iets en trekken. Nee, ze moeten met hun resultaten bovenkomen en ze moeten aantonen waar dat ze eigenlijk minder goed zijn of minder mogelijkheden hebben dan bijvoorbeeld rijkere kantons, Basel, Zurich, noem maar op, Lausanne en zo verder, of Genève, noem maar op. Ja? Kijk, maar dat wordt ieder jaar herzien en die krijgen dan, zij moeten 80%, ze worden opgevoerd tot 80% van, laat ons maar zeggen, het niveau van de goede, rijke kantons. Dat is dan het minimum waar ze dan naar opgetrokken worden. Begrijp je? Dus niet iedereen zit daar eigenlijk, we waren arm en rijk en trekken we plan. Zo gaat het niet. Hè? Dus het is ook zo dat, en dat zie je aan de resultaten van het land zelf. Kijk maar naar de resultaten, dan ga je zien dat het is een volledige gemeenschap zelf. Ik ben verwonderd dat daar 4 talen zo een harmonie met elkaar hebben, dat we daar kunnen afmaken en een gemeenschappelijk doel hebben. Dat is gewoon een van de dingen. Kijk, als je hier kijkt wat dat er allemaal gebeurt, taal- en communautaire verschillen dat er hier zijn. Dat is al een van de redenen waarom dat het hier allemaal zo lang duurt. Omdat er taal- en communautaire verschillen zijn. Dat is maar een van de redenen. Hè? Ik heb daar nooit... Kijk, en ik heb ooit een verslag gemaakt over het onderwijs in Zwitserland. Ja? Kijk,
Ik ken geen enkele Zwitser die ik tot nu toe ken, die niet minstens twee talen van Zwitserland spreekt, hè, of machtig is. Daar is het niet zo van in de school, nu als tweede taal mag je kiezen. Nee, de tweede taal gaat altijd een taal zijn van het land. En in derde of vierde instantie ga je kunnen een vreemde taal kiezen die je zelf vult, Engels of Italiaans, nee, Spaans of zoiets anders. Hè? De gemiddelde Zwitser die spreekt gemiddeld twee talen daar. Hè? Daar is geen enkel, ik heb geen enkel taalprobleem gezien. In Bern kun je Frans praten in een winkel of je kunt er Duits praten. Maar dat is evenzeer zo in Lausanne, waar mijn firma naartoe getrokken is. Ja? Naar het Franse gedeelte van Zwitserland. Daar kun je rustig in Duits of in Italiaans. Raak je daar gediend hoor. Ik heb nooit niet zo zeggen van die een Duitser dit of die een Fransman dat of die een Italiaan dat. Heb ik nergens niet gehoord of niet gezien. Dat is ongelooflijk. Ja. Er zijn nog redenen genoeg om aan te tonen waarom dat het hier allemaal zo lang duurt. Hè? Hier geven ze zelfs sommigen die beweren dat door het feit dat er een grote politieke versnippering is, dat een reden is dat het langer duurt. Dat is niet waar. Integendeel. Ja? In Zwitserland zitten er 27 of 16 verschillende partijen in een regering. Daar zitten er met één zetel, daar zitten er met twee zetels. Ja? Maar ze kunnen die hele kleine, die kan resoluties, die kan voorstellen doen en zien, daar moeten die groten ook op reageren hoor. Het is niet van zo, dat is flauwekul, we zien er niet naar, enzovoort enzovoort. Iedereen doet mee en iedereen speelt daar een rol in het ganse gebeuren. Ja? Het is als een eenheid. Je moet niet alleen op vakantie een keer gaan om te zien hoe dat daar in elkaar zit. Hè? En pas op, het is een democratie. Hè? Want ik zie daar de toestanden van het Supreme Court zijn zo goed als uitgesloten, begrijp ik toch goed. Ik weet niet wat dat men bedoelt met de toestanden in de Verenigde Staten van het Supreme Air Court. Er is een Supreme Court in Zwitserland ook. En dat is het hoogste gerechtsorgaan in Zwitserland. Het hogere gerechtshof, ja. Dat is daar zowel zo. Wat de vraag bedoelt, begrijp ik niet. Dat het uitgesloten is. Nee, je hebt een hogere gerechtshof in Zwitserland ook. Ik bedoel dus met de Supreme Court toestanden in Amerika. Ja, we weten goed genoeg, de rechters die er nu zitten, meerderheid is door onze vriend Trump benoemd, hè. En die dansen naar zijn pijpen. Het is dat ik bedoel. Ik kan uw uitleg wel goed begrepen dat in Zwitserland niet het geval is. Je moet ervan uitgaan, Robert, als daar, zoals ik dat straks gezegd heb, als daar een verkeerde beslissing, een verkeerde uitspraak gebeurt, dan zitten ze daar onmiddellijk op. Ja? En dat is, kijk, dat is een van de gegevens van een democratie. Kijk, als je begint met te zeggen, de burger is soeverein, dan heeft hij het laatste woord. Dat betekent niet ik ga nu niet zeggen dat je morgen als burger gaat een referendum moet afdwingen om te zeggen, wij willen geen belastingen meer. Er zijn ook dingen die niet kunnen. Ja. Maar die zijn bij de wet vastgelegd. Ja? In Amerika noemt zichzelf nu ook een democratie, maar die staat nog veel verder van een democratie dan wij. Juist erom dat. Wat daar gebeurt, mensen die voor het leven benoemd worden en die mogen doen wat ze willen, die kunnen niet afgezet worden. Ik hoop dat we dat niet als voorbeeld nemen. Hè. Ja. Nog een klein voorbeeld, want dat is wel goed hoor, jullie spreken altijd over Zwitserland, maar zijn er nog andere landen die je daarmee kan vergelijken, die op dezelfde manier werken? Het is niet zo, als je in Europa kijkt, de EU, de club van de EU, praktisch alle landen, alle leden van de EU, die doen zoals wij nu bezig zijn. Die moeten een regeerakkoord hebben voordat ze er iets kunnen aan doen. Nu, er zijn bepaalde landen die raakpunten hebben aan de democratie in Zwitserland. Kijk, Zwitserland is het enige land waar democratie bijna tot in de letter wordt gevolgd. Daarom is het ook een voorbeeld. Ja? Er zijn bepaalde landen, ik wil nu...
Er is een tijd geweest dat in Nederland sprake was van een referendum. Ja? Dat is dan op de een of andere belachelijke manier onder het regime van Rutte terug in de vuilbak gevlogen. Er roert wel ergens iets, heb ik de indruk. Er zijn wel dingen die willen gaan gebeuren. Ja? Als ik nu eigenlijk naar onze zuiderburen hier in ons land kijk, ik denk dat daar met de laatste verkiezingen veel meer veranderingen gaan op til of misschien gaan gebeuren dan bij ons in Vlaanderen. Hè? Pas op. Ja? En tot slot van de rekening, denk niet, hetgeen dat ik nu allemaal vertelde, dat dat dan onmogelijk is in dit land. Hè? Het enige probleem dat wij hebben maar één houvast. En dat is een petitie. Wij hebben een petitierecht. Ja, maar petitie, dat is een verzoek. Daar wordt niet over beslist door de burger. Ja? Maar dat is het enige houvast dat wij hebben. Wij kunnen via een petitie, bijvoorbeeld, zoals Meer Democratie nu gedaan heeft, een petitie starten om een referendum in de grondwet te krijgen. Kijk, als jij aan de voorwaarden voldoet, de petitie is ook al ontvankelijk verklaard. Dus dat betekent, wat moet er nu nog gebeuren? De nodige handtekeningen moeten verzameld worden. En dan kunnen wij gehoord worden. Pas op, ik zeg het goed, hè? Als je handtekeningen verzamelt in een petitie, dan kun je gehoord worden. Door de Kamer gehoord worden, hè? Dan horen ze naar ons. Wat een geluk dat wij hebben hier, dat ze naar ons kunnen horen als we handtekeningen verzamelen. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, maar wat dat dan nog, en wat dat velen dan gaan vergeten, en dan denk ik aan ons referendum. Als zij dan, en ik hoop de grond van harte dat we al die handtekeningen verzamelen, dan moeten ze naar ons luisteren. En dan ben ik eens benieuwd, want dan moeten ze uit hun kot komen. Tijdens de corona moesten we in ons kot blijven, maar nu moeten ze dan uit hun kot komen, hè? En dan ben ik eens benieuwd wat dat ze uit hun duim gaan zeggen. Ja. Ja, mag ik nog een klein dingetje? Ik heb overlaatst daarover met een politieke journalist, zal haar naam niet noemen, maar die een heel interessante lezing gegeven heeft, daarover gepraat en zeggen van meer democratie en directe democratie. En als die het woord referendum al hoort, dan zei hij, daar geloof ik niet in, dat werkt niet. Ja. Ja, nee, pas Dus op. dat is zo'n beetje een toch vreselijk en wijdverspreid, zelfs onder. Politieke journalisten die toch er al iets meer zouden van moeten weten dan de gewone burger. Zelfs die hebben daar precies een heilige schrik van, heb ik de indruk. Ja, je moet Allee, ervan. ik begrijp dat niet goed. Ja, goed, maar je moet ervan uitgaan dat onze media een grote rol speelt in het ganse gebeuren, hè? Want voor hen is dat, hetgeen dat er nu aan het gebeuren is dat voor hen high life, hè? Want nu wordt zelfs Oekraïne de Gaza heeft nog prioriteit. Maar al de rest, dat wordt aan de kant geschoven, hè? En pas op, dan begint een 13 oktober, dan begint het op het lokaal niveau ook, hè? Pas op, hè? Dat is idem dito, hetzelfde spelletje dat daar gespeeld wordt, hè? Maar dan op een lager niveau, hè? Noteer wel dat in Zwitserland op het gemeentelijk niveau evenzeer een zelfstandigheid is dan bijvoorbeeld in de federatie. Hè? Zo dus de gemeente heeft een zelfstandigheid waar dat de gemeenten hier kunnen aan zuigen, hoor, een dikke tap. Hè? Vergeet niet dat daar meer dan 2100 gemeenten zijn. Hè? Hier zijn er dat 10 keer minder. En als we niet opletten, dan is er nog in Vlaanderen nog één grote gemeente. Hè? Nog één grote gemeente en dat is dan Mechelen. De Vlaanderen Mechelen. Ja? En dan in ieder dorp een moskee en dan is de president een imam. Ja? Dat staat ons waarschijnlijk te wachten hier. Ja? Dat was mijn persoonlijke. Het is wel zo dat dus de media, politici en ook politicologen en academici allemaal onder één hoedje spelen op dat terrein. Dus ze beweren allemaal dat we in een democratie leven, terwijl dat niet zo is. Ze zijn allemaal tegen het referendum, maar ze weten niet eens wat een referendum is. Dat is een volksraadpleging van onderuit. Als je vraagt.
zeg een keer iets over een referendum. Dan hebben ze het stevast over dus de Brexit. Maar dat was geen referendum in terminis. Hè. Referendum is een plebiscit dat van bovenaf opgelegd wordt om aan de burgers te vragen wat vinden jullie daarvan. Ook het Krim-referendum en noem maar op, de koningskwestie is geen referendum. Dat was een plebiscit. Dus zij misbruiken het begrip referendum in feite, om het in een negatief daglicht te stellen. En zo gaan ze met nog alle andere termen een loopje nemen, hè, waar dan ze dus een parlementaire democratie onmogelijk, dat kan niet. Oftewel beslist het parlement, oftewel beslist de burger. Dus maar de beide, als een ene beslist, kan het een andere niet beslissen. Of als een ene beslist en een andere heeft geen mogelijkheid om ook te beslissen of te wederroepen, ja, dan kun je ook niet spreken van een democratie. Dus ze hanteren allerlei begrippen, termen, die alles dus zo'n beetje in een verkeerd daglicht stellen en die dus ja, verwarring zaaien bij de burgers. En daardoor is het zo moeilijk om met politici en ook politicologen eigenlijk te spreken. Hè. Ik wil ook nog een aanvulling doen, omdat u gevraagd had in hoeverre dat er nog landen waren die zich konden spiegelen aan de democratie zoals die is in Zwitserland. Wel, in de Verenigde Staten zijn er een aantal staten, ongeveer de helft, waar dat er ook directe democratie is. Dus waar dat de burgerbevolking de kans heeft om referenda te starten. Dus ongeveer in de helft van de staten. En in de ene staat is de directe democratie al meer uitgesproken dan in de andere staat. Dus, maar bijvoorbeeld Connecticut was een staat waar de burgers kunnen beslist hebben. Of beter, waar de burgers hebben kunnen beslissen over de grondwet en zo. En zo zijn er nog een aantal dingen waar dat verschillende thema's eigenlijk op de agenda kwamen en die via een referendum opgelost zijn. Ja, Guido, zeg maar. Wel gewoon ter aanvulling, ook in Europa, hè. Bijvoorbeeld Duitsland. Ja. Heeft een paar länder die inderdaad een beperkte vorm van. Juist. De 16 verschillende staten in Duitsland, die eigenlijk een parlement vormen. Iedere staat vormt een parlement. En die varen dan iemand uit naar de Bundestag enzovoort. In zoverre is dat democratisch. Ja? Ja, nee. Nu, of dat daar referenda plaatsvinden, dat weet ik niet. Ik denk het. Jawel. Ja, dat is het. Oké, dan zijn ze daar ook in een goede richting aan het gaan. Ja. Hoe zit dat dan met die kleine mini-staatjes, zoals in Luxemburg, Liechtenstein, Andorra en Monaco? Ja, ik denk niet dat daar een democratie is zoals. Dat zijn kleine staatjes. Kijk, daar zou een directe democratie eigenlijk goed van toepassing kunnen zijn. Want je weet, er zijn twee soorten democratie, directe en indirecte. In Zwitserland is dat indirect omdat. Behalve drie of vier kleine kantonnetjes waar dat het ook nog direct is, omdat die gemeenschap daar zo klein is, daar kan de kiesgerechtigde burger zelf direct een beslissing nemen in die gemeente of in die kleine kantonnetjes. Maar ik denk dat Luxemburg en Liechtenstein en Andorra, Monaco, dat die ideaal zijn om een directe democratie te kunnen uitoefenen. Hè? Maar of dat daar is, dat weet ik niet. Dat moet ik in het midden laten. Weet ik niet. Dus het is zo dat de democratie gemakkelijker is naarmate dat dus het aantal burgers kleiner is. Hè? Dus dat is daarom dat ook democratie van onderuit begint, bij de gehuchten, districten eventueel, en dan gemeenten en zo verder opwaarts. Hè? Want hoe groter uw bevolkingsaantal, hoe moeilijker eigenlijk om tot democratie te komen. Dat zien we merkbaar ook in Europa. Hè? Ja, kijk, en die zijn Luxemburg zo groot als een provincie als bij ons, die zijn groot genoeg om een directe democratie ten uitvoer te brengen. Hè? Dat zou geen enkel probleem kunnen zijn. Een vraag van Dieter. Hoe gemakkelijk kan een referendum plaatsvinden en nu gebeurt dat praktisch in Zwitserland? Ja, dat is een goede vraag. Hoe gebeurt dat praktisch? Ik heb daar al aangegeven dat bijvoorbeeld een partij die het onderspit heeft moeten delven in een besluitvorming het initiatief kan nemen tot een referendum, dus eigenlijk de regering een referendum opdringen, want het is de regering die dat ook moet organiseren, een referendum. Zij staan in voor de organisatie en de afwikkeling. Nu, die kunnen dan een referendum doen plaatsvinden. Wat moeten ze doen? Ze moeten
100.000 handtekeningen verzamelen. Dat zijn een van de voorwaarden die plaatsvindt. Kijk, als het gaat over verandering, dan moeten ze 100.000, als het een nieuwe wet is waar ze tegen willen ageren, dan moeten ze 50.000 handtekeningen moeten bij de bevolking zien vast te krijgen. Want dat is het feit. Je hebt twee fenomenen in een referendum. Aan de ene kant moet je handtekeningen verzamelen om geldig te zijn om een referendum te kunnen doen starten. En aan de andere kant moet je dan de bevolking of de burger eigenlijk uitleggen waarover het gaat. Want het is eigenlijk de burger die uiteindelijk gaat moeten gaan kiezen. Hè? Op die referendumdag gaat dat referendum aan bod komen en dan wordt de burger uitgenodigd om zich uit te spreken. Oftewel ervoor, oftewel er tegen. Het is niet ja maar, of nee maar, of oe maar. Het is ja of het is nee. Ja? En ene keer dat die handtekeningen verzameld zijn, dat is zoals met onze petities, ja, dan gaat de regering eigenlijk op een bepaald moment, op een van die vier bepaalde dagen van referendumdagen in Zwitserland, gaat dat aan bod komen en gaat de burger uitgenodigd worden om daar eigenlijk een beslissing over te nemen. En dan is het zo, dan, daar staat ook, en dat is wettelijk vastgelegd in de grondwet, die uitslag, daar is een bepaalde tijd uitgeschreven binnen de welke het besluit van het referendum in voegen moet treden. Het is nu wel zo dat in vele gevallen, als het over een wet gaat, dat die wet, een keer dat die goedgekeurd is in de twee parlementen, dat die zoals hier verschijnt in een soort staatsblad, ja, om eigenlijk aan te tonen dat de wet in voegen is en daarop gaat gereageerd worden. Want je kunt geen referendum starten op iets van te horen zeggen of op geruchten, dat werkt niet. Het moet al goedgekeurd zijn dat je zegt, nee, daar zijn we tegen. Dat is hier een veto dat we nu gaan inrichten. En dat meestal zijn dat groeperingen, dat kan bijvoorbeeld de welke groepering zijn. Over het klimaat of over op dierenwelzijn, weten we dat, over wat allemaal. Ja? Ja. Dat kan zelfs, in maart was er een referendum over een 13e maand voor de gepensioneerden. Ja, dat ging uit van de vakbonden. Ja. De vakbonden hadden de nodige handtekeningen verzameld en de nodige mensen op de been gebracht. Die zijn komen en 70% van de bevolking was daarvoor. Dus ja, vanaf 2030 krijgt de gepensioneerde daar een 13e maand. Dat is een van die voorbeelden. Ik zie daar een vraag, hoe werd het aantal aantekeningen bepaald om een referendum in Zwitserland te bepalen? Dat is op zeker ogenblik is dat 2% van de kiesgerechtigde bevolking geweest. En dat was, als je dat omrekent naar die 100.000 aantekeningen, dat was op het moment dat daar 5 miljoen kiesgerechtigde Zwitsers waren. Ja? Zo is men aan dat getal van 1 miljoen gekomen. Nu is gebleken dat sedertien, dat men, ja, dat komt van de politiek, hè, dat die willen dat die handtekeningen, dat aantal gaat verhogen. Omdat ze vinden dat men te gemakkelijk aan dat aantal komt. Ondertussen zijn er ook bijna 6 miljoen kiesgerechtigde burgers in Zwitserland. Het zou er moeten 120.000 dan worden, als je die regel in ere wilt houden. Hè. Dus. Maar dat is ontstaan door het aantal kiesgerechtigden, een percentage, 2% van de kiesgerechtigde bevolking. Ja. Dat was in de tijd toen er 5 miljoen kiesgerechtigde Zwitsers waren. Een vraag van Lode. Zou het rechtsgeldig, kiesrechtig of zo maken van petities geen goede aanloop zijn naar een democratie? Ja, op dit ogenblik is dat, dat heb ik daar straks al even kort aangehaald, op dit ogenblik is dat het enige instrument dat wij hebben om in die richting te gaan. Kijk, ik herhaal nog eens de petitie die wij hebben opgestart met het doel een referendum wettelijk in de grondwet te krijgen. Dat is een eerste stap. Kijk, een petitie is een verzoek dat wij doen. Een petitie kan nooit een beslissing van de burger uitlokken. Want daarvoor heb je een referendum. Ja?
Wij hangen daar wel af aan, ik kan niet zeggen de goedwil, maar het gezond verstand, zal ik maar zeggen. Van eigenlijk de Kamer en van degene die onze petities gaat moeten onderzoeken. Hè? Maar het is een goede aanloop, natuurlijk is het een goede aanloop, maar het is spijtig genoeg een van de kleinste instrumenten die wij op dit ogenblik hebben. En daar zouden we moeten meer gebruik kunnen van maken. Ja? Want ze moeten luisteren dan naar ons. Kijk, als je die 25.000 handtekeningen hebt verzameld, dan moeten ze naar ons luisteren. Ze zijn verplicht naar ons te luisteren. Wij moeten dan wel eigenlijk een goede voorbereiding aan de dag leggen, dat wij eigenlijk ons voorstel gaan verkopen, want je gaat het moeten verkopen op die ogenblik. Ja? En alles is, hier in dit land is alles mogelijk. Hè? Dus je mag nooit de moed opgeven. Maar het is een goede stap, denk ik, in de aanloop. Ja, het is dus ook wel zo dat dus als instrument een petitie inderdaad democratisch is, omdat er een vraag gesteld wordt, bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau, gaat men met een voorstel waar dat er een aantal mensen op ingetekend hebben, dus een voldoende aantal handtekeningen, en men gaat naar de gemeenteraad. En dan moet dat in feite door de gemeenteraad behandeld worden. En die zijn dan in feite ook verplicht om een antwoord te formuleren aan de indieners van het petitievoorstel. Als dus zij akkoord zijn met het voorstel van de petitie, oké, dan wordt dat verwezenlijkt. Als zij niet akkoord gaan en een correctie willen aanbrengen, dan kan dat ook. En als dan die indieners van de petitie akkoord gaan met die correctie van de gemeenteraad, dan is dat ook in orde. En zo niet zouden ze moeten, als dat niet zo is. En ze komen niet tot een akkoord, dus de indieners van de petitie die gesteund zijn door een aantal handtekeningen van inwoners en de gemeenteraad was de andere kant, dan zouden ze moeten kunnen verder gaan en door meer handtekeningen te verzamelen, dus in een factor 10 meer, dan zouden ze moeten kunnen overgaan worden tot het referendum dat dan moet gehouden worden als dat het draagvlak van handtekeningen er ook opnieuw is. Dus het verschil tussen een petitie en een referendum is eigenlijk dat een petitie al een voorstel van wetgeving is, of een voorstel van regeling is, die dan al dan niet goedgekeurd wordt, maar dat in een referendum er nog altijd, wanneer dat goedgekeurd wordt, dat dat kan gehouden worden, als er dus een handtekening draagvlak voor is, dat dan een debat daarop volgt van alle burgers die daarbij betrokken zijn. Dus bij petitie is er eigenlijk bijna weinig of geen debat. En bij referendum is het veel uitgebreider, meer betrokken op alle burgers. En gaat er een debat aan vooraf. En natuurlijk wordt er dan alleen door de burgers een beslissing genomen. Niet meer door de bestuurders, dus door de gemeenteraad of zo. Dat is eigenlijk verschil. En zo komt je tot soevereiniteit van de burgers. Dus zowel petitie als referenda zijn degelijke, direct democratische instrumenten. Ja, daar is het ook zo. We gaan tegen een petitie, omdat dat minder kostelijk is ook. Het kost minder aan de burgers. Financieel is dat draaglijker. Een referendum zal natuurlijk al heel wat meer kosten met zich meebrengen. En ook wel heel wat meer tijd vergen, vooraleer dat kan verwezenlijkt worden. Ja, Guido? Wel, ik weet niet, Willy, wat jij daar... Ja, ik wou er even op aanpikken, Erik. Het is nu zo dat daar eigenlijk 18 maanden voor uitgetrokken worden om de bevolking en de burger eigenlijk volledig te informeren, tot in de details, over waarover het eigenlijk gaat met die petities. Maar vergeet niet, ik heb daar aangeduid dat er 4 dagen, speciale vastgestelde dagen zijn, waar dat er referenda dagen worden gehouden. Je moet ervan uitgaan dat die dag 2 of 3, toch minstens 2 referenda's gaan kunnen plaatsvinden. Dus dat de bevolking op 2 vragen zal kunnen antwoorden. Dus daar is een bepaalde tijd voor nodig om de bevolking afdoende te informeren daarop. En daarom dienen die eigenlijk die 18 maanden. Hè. Dat klinkt veel, maar het is noodzakelijk ook. Ja, ik dacht eventjes aan die vraag die Erik Neven stelt. Ik dacht dat er ook een Baltische staat is, misschien Estland, dat die ook al een systeem hebben om directe digitale stemming toe te laten. Nu zou ik eens willen vragen aan Erik, wat is een directe digitale stemming
Bedoel je dan directe democratie via digitale stemming eventueel? Nou, ik denk dat wij via ons petitie ook digitaal kunnen stemmen, hè? Wij kunnen hier. Ja, maar ik zou eens willen weten van Erik. Ja, nee, inderdaad, omdat ik weet niet meer juist welke context, maar ik denk op een aantal aspecten van besluitvorming, dat ze eigenlijk rechtstreeks zouden kunnen stemmen. Ah Ja, ja. digitaal. Wij kunnen digitaal vertegenwoordigers kiezen, maar dat zij inhoudelijk ook een aantal dingen konden doen. Dat Omdat weet ik er had niet eens begrepen, iemand. omdat Estland, omdat zij ja, vanuit het communistisch regime kwam, wat hoe heet dat, archaïs en administratief was. En door hun vrijheid hebben ze in één keer gezegd, ja, we gaan een aantal stappen overslaan. We gaan in één keer zorgen dat een burger, gelijk wij banking doen met iets mee enzovoort, zij direct kunnen stemmen vanuit thuis over verschillende aspecten. He, niet Heeft alleen iemand op. daar een, sorry. Heeft iemand daar een idee over? Of een van de drie Baltische staten, of alle drie of zo, dat heeft? Nee, ik heb dat. Ja, ik zou het ook niet weten, maar. Ja. Nee, Want eens het, moeten het, we, komt, het, want eens komt mij, opzoeken. het komt mij zeer, zeer revolutionair voor. Als zij dat daar al hebben, dan zijn die al een goede stap vooruit aan het doen, hè? Ja. Nou, we gaan het eens opzoeken, hè. Oké. Ja, en Robert van Es zegt dus ook, ja. Ja, Dat het ik. dus spijtig genoeg in Europa en over de hele wereld inderdaad nu meer de kant van het dictatoriale opgaat. Hè? Ja, en ik zou in dit verband ook nog eens willen iets zeggen over de vraag van, is het ook de bedoeling van meer democratie om via directe democratie een echt tegengewicht te vormen voor extreem rechts, of is dit te hoog gegrepen? Ik denk, als je directe democratie hebt, dan is het niet meer mogelijk dat er een leider, om het nu te zeggen, een Führer, optreedt. Want de burger heeft altijd de mogelijkheid om via referenda of via zelfstandige besluitvorming toch te zeggen: nee, dat doen wij niet. Wij willen het anders. Dus in die zin is het echt, zou ik zeggen, zal het extreem rechtse, die eigenlijk een dictatoriaal karakter heeft en die meestal populistische leider naar voren schuiven, dat verdwijnt als sneeuw voor de zon. Omdat het directe democratische instrument dat niet meer mogelijk maakt. Wel, in principe kan een democratische samenleving, dus zou de vraag kunnen gesteld worden, willen wij terug naar een dictatuur of niet? En als de meerderheid zou antwoorden, 50% plus 1, ja. Ja, als je de vraag stelt, gaan wij naar een theocratie of een democratie? En de meerderheid antwoordt voor een theocratie, ja, dan is het eigenlijk ook een stuk gepasseerd, hè. Want de meerderheid moet wel de democratie willen, hè. Als de meerderheid beslist dat er geen democratie moet zijn, dan ze liever een theocratie hebben, of liever een president met veel macht of zo. In principe zou die vraag moeten kunnen gesteld worden. Dus ja, dat is eerder. Maar die kans is natuurlijk misschien wel klein. Ja, Guido? Wel, ik vind dat het democratisch is, principieel, fundamenteel, om te zeggen, ja, wij weten niet wat er moet gebeuren. Ja. Als de meerderheid van de bevolking van een land zegt, voilà, wij willen een dictator, ja, dan het zij zo. Erik is gepensioneerd en die gaat verhuizen naar Zwitserland, zegt hij. Ja. Nou ja, ik zou dat ook doen, maar ik ben ook gepensioneerd, maar ik heb te weinig geld om er naartoe te gaan. Nee, maar ik had gehoopt op die 13e maand dat hij dat goed zou maken. Ja, maar pas op, dat is pas vanaf 2030, hè. Ah ja, dan moet ik nu nog niet verhuizen. Want dat heb ik vergeten te vertellen in het algemeen. Of dat eigen is aan de democratie, dat kan eerder eigen aan het land zijn. Als zij via een referendum iets beslissen, zoals die 13e maand, dan gaat die pas in per 1 januari 2030. Daar hebben ze in maart de bevolking over gestemd, hè? Maar dat gaat pas in, en dat weten zij ook, want dat staat allemaal vervat in die verklaringen. Dat gaat pas in op 1 januari 2030. En als je nu nog iets wilt weten, daar zijn ze nu al van maart extra aan bezig om die 4 tot 5 miljard extra uitgaven die dat kost, om dat op de een of de andere manier terug te verdienen. Hè? Want in Zwitserland is het zo dat zij 1 Zwitserse frank uitgeven, maar dan ook minstens 1 Zwitserse frank willen
terug binnenhalen. Hè. Zij hebben het vorige kwartaal bijna 12 miljard Zwitserse frank overschot gehad op hun bruto nationaal product op één trimester. 12 miljard Zwitserse frank. Ze hebben de laatste 10 jaar geen enkel, zelfs met corona bij, ja, onder corona is het iets minder geweest, maar ze hebben altijd een overschot gehad tegenover waar dat wij met miljarden schulden zitten. Ja? Dus om maar één te zeggen hoe dat de filosofie in elkaar zit. Hè? We gaan nu wel een 13e maand uitbetalen binnen 5 of 6 jaar, maar we gaan ondertussen wel de tijd hebben om te zien hoe we dat gaan kunnen recupereren. Zo, pas op, hè. Het is misschien wel een mes dat dan twee kanten kan snijden. Hè? Het is goed dat die mannen de 13e maand krijgen, maar dat is dan toch maar alleen voor de gepensioneerden. En wat dat daarmee daarop valt, dat is dat de jongeren, want ik heb daar een inzage van hoe dat er gestemd is met dat referendum, dat is dat er betrekkelijk veel jongeren daar hebben op gestemd. En dat is iets wat het mij een beetje verwonderd heeft. Je zou nu zeggen, de ouderlingen die aan hun pensioen bezig zijn of voorstaan, nou, daar gaan we zeker voor stemmen. Nee, er was een aantal jongeren die daar ook voor was. Ja? En dat zegt ook veel. Nadja heeft nog een vraag. Hoe kan zij als sociaal-culturele werker bijdragen aan een meer democratische samenleving? Dus vanuit haar job als sociaal-cultureel werker. Hoe kan ze een bijdrage leveren voor een meer democratische samenleving? Een praktische vraag, denk ik. Lid worden van onze vereniging. Sociaal-cultureel. Nadja, wat moet ik daaronder verstaan? Onder sociaal-cultureel. Als maatschappelijk werker. Maar alle vragen om samen te werken met ons, dus richt ik mij even naar zowel, want zij studenten, als ik het goed zie, naar alle studenten, mensen die willen samenwerken met ons, of ons willen helpen, om een mailtje naar mij te sturen. Het staat in de chat, fabrice.hamel@meerdemocratie.be. En dan plannen we een gesprek waarin we bespreken hoe we hoe we onze krachten kunnen bundelen en iets voor elkaar kunnen betekenen. Is DC een, ja, niet eerder een burgerbeweging die niet akkoord gaat met bepaalde wetgeving en de petitie gebruikt om hun stem en protest te laten kennen? Ja, meestal gebeurt de petitie vanuit een burger of een aantal burgers, een beweging van burgers die niet akkoord gaat met een bepaalde wet, ja. En ja, misschien Willy, kan jij daar verder op antwoorden? Ja. Kijk, als je nu ons voorbeeld neemt dat wij door onze petitie het referendum in de grondwet willen krijgen, dat is teken dat wij niet akkoord zijn dat het er niet in is. Want in de grondwet is er geen dingen voorzien. Dus wij zijn dus niet akkoord met hetgeen dat niet in de grondwet staat. Dus is het wel degelijk eigenlijk een petitie eerder. Het is eigenlijk een verzoek gevraagd aan de Kamers om, laat ons nu maar zeggen, iets te veranderen of iets te verbeteren. Of natuurlijk ben je niet akkoord als je iets wilt aangeven. Als een verbetering, ja, dan is er iets niet in orde. Op dat punt is een petitie wel een soort burgerbeweging is het altijd. Het is altijd een burgerbeweging, want je gaat moeten in het beste geval, of in het interessantste geval, aantekeningen verzamelen, waar dat je dus eigenlijk door die aantekeningverzameling betrek je al een bepaalde aantal mensen in het akkoord of in de vraag, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Het is gebruikt om een stem en protest te laten kennen. Ja, kijk, in hoeverre... Dat, ja, je gaat natuurlijk niet akkoord gaan met hetgeen dat er is. Dus ja, in feite moet je ja antwoorden op die vraag. Ik antwoord ja op die vraag op alle punten. Het is een burgerbeweging. Het is dat je niet akkoord gaat met bepaalde toestanden. En het is natuurlijk, als je niet akkoord gaat, is het natuurlijk een protest natuurlijk. Hè? Dus ik kan daar allemaal alleen maar ja op antwoorden op die vraag. Ja? Maar het is wel, vergeet niet, het is een verzoek. Hè? En het is niet... voor deze gelegenheid ben ik gaan kijken in de petities in de Kamer. En dat is al jaren geleden, heb ik één petitie ontdekt die
hadden zelfs geen 25.000, maar die hadden bijna meer dan 70.000 aantekeningen verzameld. Dat werd ontvankelijk verklaard en die zijn ook gehoord door de Kamers. En nu komt het. En het voorstel is wel aanvaard. En waarover ging het? Dat was de grote organisatie voor slechthorenden en doven. En die hadden een petitie gestart om de taal van de Warmte. doven en de slechthorenden, de gebarentaal, erkend te krijgen. Als erkende taal te krijgen. En daarvoor hadden ze een petitie gestart. En hadden ze dit enorm aantal aantekeningen verzameld, zijn ze gehoord. En het werd ook goedgekeurd. Het zou me al verwonderen dat ze dat al niet zouden goedkeuren. Hè? Maar dat is een van de petities die ik contact heb, waar die tot een goed einde zijn gekomen en ook positief zijn afgesloten. Ja? Dus het is niet onmogelijk. Hè? Kijk, ik denk wel dat als je daar met redelijke mensen te doen hebt en alles blijft een beetje binnen, dat er wel een respons gaat komen. Natuurlijk wij, de onze, dat zal af te wachten zijn. Er is daar nog een goede vraag of bedenking toch minstens van Beatrice, die maar Le Pen in Frankrijk is de enige die het referendum verdedigt en zij wordt bestempeld als extreem rechts. Ja, door de mainstream media wordt zij bestempeld als extreem rechts. Ik vraag me soms af wie rechts is en wie links is en wie denkt democratisch. Ik denk dat dat heel belangrijk is in onze visie. Wij zijn niet links of niet rechts, maar wij denken als vereniging democratisch. Ik weet niet, Willy, of dat jij daar nog iets wil aan Nou, toevoegen. Want... ik heb in het begin aangegeven, kijk, ik ben begonnen met de eigenschappen van een democratie, een beetje, enfin, de voornaamste eigenschappen van een democratie aan te halen, zodat wij allemaal een beetje op dezelfde frequentie zouden zitten. Nu, ik heb ook aangegeven dat in een democratie geen uitsluitingen zijn. Dat in democratie is voor iedereen. Voor iedereen, zonder uitsluitingen. Iedereen doet mee. Geen Cordon kiesdrempels. Geen sanitaire. cordon sanitair, niks daarvan. Ja? En dat heeft zijn grote voordelen. Want kijk nu een keer door een bepaalde partij in een cordon te zetten. Van de moment dat dat gebeurd is, zijn die alleen maar groter en sterker geworden. Alleen uit protest, zo gezegd. Nee, kijk, dat is zoals een klein kind al gezegd, blijf daar vanaf. Ja, dan komen ze er pas aan. Dan doen ze het ja. Ja? Nee, dat heeft een omgekeerde uitwerking. Laat ze maar meedoen. Als ze van in het begin mee hadden geregeerd en het niet hadden kunnen waarmaken, dan was er misschien vandaag geen sprake meer van geweest. Je moet het zo zien. Waarom doet iedereen mee in Zwitserland? Omdat ieder woord van belang is. Je kunt naar iedereen luisteren. Je hoeft niet met iedereen akkoord te gaan, maar luister tenminste naar de ideeën en de gedachten van iedereen, wat dat ook is. Ja? Dat is democratie. Luister naar de mensen. Je hoeft er niet akkoord mee te gaan, want dat zou een uniek geval zijn dat ze allemaal één en dezelfde ideeën hebben. Daar zitten 16 verschillende partijen in een parlement die 16 verschillende ideeën over bepaalde dingen kunnen hebben, maar uiteindelijk toch tot een besluit komen waar dat iedereen mee weg kan. Ja? Door een simpele stemming, meerderheid tegen minderheid, waar ga je het vinden? Hoe moeilijk moeten we het maken? Ja, Guido. Wel, ik zou nog even willen terugkeren naar de vroegere vragen die ik hier nog in de chat zie. Bijvoorbeeld Beatrix schreef ook dat tijdens de laatste verkiezingen bij ons rechtse partijen Zwitserland als model uitriepen. Mag ik even vragen, welke rechtse partijen waren dat? Want ik Nou, ben me daar kijk. niet van bewust. Ik kan misschien daar even een antwoord op geven. Het is al. Ik heb de verkiezingen gevolgd vanaf 2014, 2019 en nu 2023, verleden jaar. En wat blijkt nu? Dat eigenlijk de grootste partij eigenlijk vergelijkbaar zou kunnen zijn met het Vlaams Blok. Ik zeg wel vergelijkbaar zou kunnen zijn. Dus dat is, als je nu rechts of links of midden of hoog of laag. Bekijk, zou dat kunnen een rechtse partij zijn? Maar ze zijn al 2 of 3 keren bij de verkiezingen de grootste partij geweest in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Maar dat betekent niet dat die het meeste te zeggen hebben. Hè? Die zijn ook al een paar keren met hun gezicht tegen de muur gelopen. Hè?
Pas op, hè. Dat is hetgeen wat ik daar juist zeg. Laat ze meedoen. Laat ze maar hun zegje doen. Maar tot slot van de rekening, als er een beslissing moet genomen worden, dan kiest iedereen, hè. En niet die vijf die een meerderheid hebben gevormd. Ja. Zoals u. Begrijp je? Maar ik had eigenlijk de vraag naar Beatrix. Dus welke rechtse partijen hebben Zwitserland als model uitgeroepen? Herinnert u zich dat? Allee, ik weet wel, ik weet alleen van Les Engagés, maar dat is centrum meer, allee, volgens mij. Hè. Die kwam openlijk uit voor ja, dat hij dat systeem, Prevot dus, ziet dat systeem erg zitten. Maar anders weet ik niet hoor. Van, het Vlaams Belang. Ah ja, oh, ah, dat zou kunnen. Ja, 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 ja. Ja, nee, het Vlaams Belang. Bart de Wever ook. Bart de Wever? Ook, die is daar, ja, die is daar, ja, ja, fameus tegen, hè? Serieus. Ja, nee, en nogthans. Ik is tegen referenda. Het is, nee, nee, ja, tegen mij, maar dus niet mij. En ze namen allemaal Zwitserland als het model. Ah, ja, maar Van de Wever, ja, kan ik me inbeelden dat hij waarschijnlijk zegt, ja, die hebben hun financiën op orde. Ja, voilà, natuurlijk. Maar dat is het. Ah, dat is het. Dat is het. Ja. Dat is het. Ik kan een kleine anekdote vertellen. Die rechtse partij in Zwitserland, dat is niet minder dan de Zwitserse Volkspartij. Is daar, de grootste partij, is daar ook eigenlijk rechts. Vergelijkbaar met het Vlaams Belang of Vlaams Blok of zoiets of dergelijke. Nu, zij zijn tegen migratie, het Vlaams Belang ook. En misschien is dat het overeenkomst. Nu moet je weten dat in Zwitserland... Je bent oftewel Zwitser of je bent migrant. Nu, Zwitserland heeft dat grote voordeel met ons land door hun neutraliteit dat ze heel weinig immigranten hebben. Ze hebben in een tijd in 1956 met een opstand in Hongarije hebben ze 20.000, 30.000 Hongaren opgenomen als immigrant. En nu met de Oekraïne-crisis en 30.000 of 40.000 Oekraïners. Maar voor de rest zie je daar geen enkele immigrant. Maar wij als EU-burger, wij zijn migrant. Dus als je daar je pensioen wilt gaan vullen als Belg, je bent geen Zwitser. Hè? En dat wordt wel duidelijk hoor. En zij zijn tegen de migratie, die Volkspartij. Zij hebben zelfs in een tijd, en dat is nog zo lang niet geleden, trachten een referendum te starten om dat aantal te verminderen. Maar door het feit dat Zwitserland een akkoord heeft met de EU over het verplaatsen van goederen en mensen binnen het territorium, zijn zij beperkt daarin. Maar ze lossen dat wel op een zeer clevere manier op, dat 80% van de niet-Zwitsers in Zwitserland wonende een job hebben. En een goede job hebben. De werkzaamheidsgraad in Zwitserland is bij de hoogste van Europa, nog zelfs meer. Dus de niet-Zwitsers, die werken daar nog vlijtiger dan de echte Zwitsers zelf. Ja? Dus dat zit een beetje in het systeem. Ja. Ik wil even een pikken op. Ik heb het ook al een beetje in de chat gezet. Dat ik niet helemaal akkoord ga met de redenering van Willy, van laat iedereen maar toe, ongeacht wat hun ideeën, wat hun dingen zijn. Dat denk ik dat de geschiedenis al bewezen heeft, en de recente geschiedenis ook. Doe dat alsjeblieft niet. We zien wat er in Hongarije gebeurt de laatste jaren. Daar laten we iedereen toe, daar komt een dictator gelijk als Orban aan de macht. Wat is er in Polen gebeurd? Daar is het een beetje gekeerd. Maar in andere landen, in Italië, daar zit een extreemrechtse partij aan de macht. Ik hou mijn hart vast wat er al aan het gebeuren is en nog gaat gebeuren gaan. Hè. Dus dat is heel nobel. Hè. Laat iedereen toe, laat iedereen zijn ideeën maar spuien. Dat is nu juist wat er nu ook in België aan het gebeuren is. Hè. Je ziet op de tv, in de media, daar komt Vlaams Belang, en heeft bij mij nog altijd Vlaams Blok, andere extreemrechtse partijen. Die komen daar naar voren als evenwaardige partijen van anderen. Wat zeggen de mensen dan? Ah ja, maar kijk eens, dat zijn gewoon partijen als een ander. En daar ben ik dus absoluut niet mee akkoord. Dat is de grootste fout die je kunt maken. Nu, we zien ook wat er in Oostenrijk gebeurd is. Hè? De UFP is daar ook aan de macht gekomen. Hè?
Ja. Erik, we Erik. Zien wat dat zegt, maar ja, maar op tijd, op termijn gaan die vanzelf verdwijnen. Ja, die gaan misschien verdwijnen, maar ondertussen hebben ze, ik weet niet wat schade aangericht, een onherstelbare schade. Daar ben ik van overtuigd. Sorry, maar daar ben ik absoluut niet mee akkoord. Erik, pas op, pas op. Robert. Je moet ervan uitgaan dat uiteindelijk in Zwitserland de kiezer en de burger bepaalt hoe het gaat. Kijk, die rechtse partij daar, dat is maar een onderdeel. Hè? Die gaan nooit het voor het zeggen hebben. Tenzij dat ze anderen meekrijgen. Ze gaan nooit een meerderheid krijgen. Ja? Maar dat neemt niet weg dat je in een democratie iedereen aan de mogelijkheid moet geven om zijn mening te zeggen. Dat is het recht van iedereen. Kijk, dat heeft niet. Die zijn daar al, ik weet niet hoe lang. Kijk maar een keer wat dat die gerealiseerd hebben. Het is de meerderheid die beslist, Erik. En dat mag je niet vergeten. Hè? Het is juist door de afwezigheid van de democratie. Voilà. Dat die partijen aan de macht kunnen komen. Juist. Als die landen democratisch waren, dan kwamen ze gewoon niet aan de macht. Ja, maar waarom ga je dan partijen toelaten die de democratische principes helemaal niet ondersteunen? Een partij als Vlaams Belang, heb je ooit een 70-puntenprogramma gelezen? Daar is niks democratisch aan. Waarom laat je zo'n partij toe tot een democratie? Die proberen... Omdat iedereen vrij is. Op een heel mooie manier dat proberen goed te praten, ja. Maar op termijn gaan die de democratie ondermijnen en vernietigen. Sorry. Omdat wij niet in de democratie leven, zijn partijen in staat om de macht te grijpen. Maar als de burgers de macht hebben, dan kunnen ze die macht zomaar niet grijpen. Dat is juist het verschil. Hoeveel procent van de burgers zijn er nu al rechts- en extreemrechts gezind? En het groeit, hè. Ja, maar dus die ga je ook mee hebben, hè, in uw ding. Robert, jij gaat altijd uit vanuit een particratie, vanuit onze systemen. Nee, en daar ontstaat zoiets. Nee, ik ga niet uit van particratie, ik ga uit van ideeëngoed. En dat heeft geen dat partij, maar dat is een ideeëngoed dat haaks staat op onze democratische begrippen en waarden. Maar wij hebben geen democratische begrippen en waarden. Dat is het grote probleem. De partijen bepalen dat, zo gezegd. En dan ontstaat zoiets. En u denkt dat die ideeën gaan als we de zon gaan verdwijnen met gewoon alleen de macht aan de burgers te geven? Daar geloof, Dat geloof ik niet. De ideeën van de burgers die blijven. Ja, die partijen die hebben hun partijprogramma. En die proberen dat partijprogramma uit te voeren. Ja, maar in een echte democratie kan een partij zijn partijprogramma niet meer uitvoeren, omdat de burgers zelf gaan beslissen over bepaalde wetten en besluiten. En dat partijprogramma heeft geen zin meer, want de burgers kunnen anders beslissen als het partijprogramma zegt. Ja, ik ben akkoord en ik ga akkoord met het idee, het is heel goed, maar denkt u dat ineens dat idee van de mensen naar lossen? Nu al jaren naar partijdries en dat dat ineens gaat veranderen en dat ze de ideeën van Vlaams Belang of van anderen ineens gaan afzweren. Daar geloof ik niet in, sorry. Erik, een beetje realistisch blijven. Erik, in Zwitserland is er al 175 jaar democratie. Al 175 jaar is er daar democratie. Ja? Dus, hebben een traditie, ja. Ja, nee, democratie is geen traditie. Je moet niet denken dat die 175 jaar nodig had hebben om in een toestand te zijn waar ze vandaag zitten. Die democratie is van in 1848 al ingesteld. Ja? En hetgeen dat Mark daar zegt is heel juist. Door het feit dat jij als burger uiteindelijk het laatste woord hebt, laat Vlaams Belang maar iets doen, hè. Maar dan moeten ze wel opgevangen kunnen worden door de rest van de bevolking. Kijk naar FOP in Oostenrijk die je daar aanhaalt. Hoe sterk zijn die? Die zijn alleen sterk via de media. En verder niets. Ja? Al die groot. Kijk naar Le Pen. Daar hebben ze zelfs de hele boel moeten op zijn kop zetten om te vermijden dat ze zouden winnen. Is dat democratie? Nee. Dat beweer ik niet. Maar ik denk dat je er niet te vlug mag overgaan over dat ineens alle ideeën van de partijen waar de mensen al decennia lang
naar luisteren en voor kiezen dat dat ineens gaat verdwijnen. Nee, niet ineens. Daar geloof ik niet in. Niet ineens. Alles moet groeien en zo, dat is waar. Vooral uit de toestand die wij komen. Maar ik stel het ook voor om eventjes de tijd toch een beetje te verdelen. Ja, ja. Misschien ondertussen ik ingaan op wat dat Beatrice nog geschreven heeft in verband met Europa. Ik denk dat wij te veel afhangen van Europa en Europa is geen voorbeeld van democratie. Inderdaad, kan je daarop antwoorden, Willy? Maar ja, kijk... Wat we moeten eerlijk toegeven, dat is dat Zwitserland eigenlijk een paar voordelen heeft ten opzichte van ons. Kijk, Zwitserland is niet alleen neutraal, maar Zwitserland is ook geen lid van de EU, nog van de NAVO. En of dat een voordeel is, dat weet ik zomaar niet, want tot slot van de rekening hebben ze met de EU toch bepaalde verdragen kunnen afsluiten dat in een export en dat in het vervoer van mensen en goederen, dat in de goede banen geleid is. Ja? Niet tegenstaande dat hebben zij toch hun structuur en hun systeem kunnen handhaven en tevens eigenlijk mee kunnen doen. Want vergeet niet dat de EU een van de grootste klanten van Zwitserland is. Hè? Dus ja, kijk... dat wij dat als handicap moeten zien, dat weet ik niet. Ik ben ervan overtuigd dat wij zelf een democratie kunnen installeren, à la model van Zwitserland, en toch tevens in de EU kunnen blijven. He, want kijk naar wat er in Nederland aan het gebeuren is. Die hebben al gevraagd om het systeem van de migranten eigenlijk aan te passen. Dat links en rechts beginnen daar bewegingen te komen die in de richting gaan van een democratie. He. Pas op, hè. Natuurlijk hangen wij af van Europa. Dat is zeker. Dat zijn eigenlijk de meesters op dit ogenblik. Ze mogen nog veel regeerakkoorden maken hier in België, maar tot slot van de rekening gaan ze moeten luisteren wat dat er in Brussel, wat de commissie gaat vertellen. Hè? Dat is duidelijk, dat is waar op dit ogenblik. Is dat zo? Maar dat neemt niet weg dat je dat niet kunt beïnvloeden of dat je dat niet langzaamaan kunt veranderen. Hè? Dat gaat niet zo blijven zoals het nu is. Hè. Je ziet het dan de tendens ook van der Leyen, dat haar pionnetjes die ze heeft uitgekozen, dat er zijn rechten bij, er zijn er vooral dingen bij. Over bepaalde thema's wordt niet meer gesproken, enzovoort, enzovoort. Daar gaan misschien ook veranderingen gebeuren. Hè. Die weten daar ook dat niet de oude is, wat dat ze daar allemaal aan het doen zijn. Dat is heel duidelijk, ja. Maar ja, dat moeten we toegeven, wij hangen af van Europa. En van de NAVO, dat is vergeten, Beatrix, de NAVO, daar hangen we ook vanaf. Het is wel zo dat, indien we hier in een democratie zouden leven, dat eigenlijk wat er nu gebeurt niet mogelijk is ook. Hè? Want als je dus nog zo'n begrip, een begrip van federaliteit, dat is dat dus wat op een lager niveau niet kan, gaan naar een hoger niveau. Dus wat dat op gemeentelijk vlak niet kan, moet beslist worden op bijvoorbeeld provinciaal niveau. Wat op provinciaal niveau niet zou kunnen, moet naar regionaal niveau. Dus in feite komt Europa hier nog altijd niet aan te pas. Hè? Als de burgers zullen de mogelijkheid hebben om zelf te beslissen, kunnen zij een beslissing van Europa weer roepen, hè, in een referendum. Je moet je niet zomaar voorstellen dat vanzelfsprekend is. Nu is dat vanzelfsprekend dat Europa wetten maakt en uitschrijft. Voor ongeveer 85% zijn wij van de wetten van Europa afhankelijk. Maar als de burgers hier democratie zouden hebben en er zou een vraagstelling komen via een referendum om een bepaalde wet van Europa te willen of niet te willen, en we zeggen als burgers in meerderheid nee, we willen dat niet, ja, dan gaat die wet niet doorgaan. In een democratisch samenleving zou dat dus afgekeurd worden. Aangezien dat beslissingen van onder vertrekken. Dus federaal en niet via subsidiariteit, zoals men dat noemt. Hè. Dus eerst Europa en dan de staten. Nu komt alles van boven en altijd maar lager en lager. In feite, in een democratie is het omgekeerd. Het gaat van onder naar boven. Ja, want daar is ons petitie zo belangrijk, Erik. Kijk, daarom is onze petitie zo belangrijk. Als wij dat tot een goed einde brengen en zij zijn verplicht van daar een stelling in te nemen,
En stel dat zij zeggen, wij doen dat niet, dan zijn zij geen democratie. Dan mogen ze niet meer zeggen dat ze democratie zijn. Want zij willen niet dat dat komt door het feit dat zij weigeren ons petitie niet te aanvaarden. Ja? Dat is dan hetgeen wat ik nu zeg, dat ze uit hun kot moeten komen. Ja? Laat ze maar doen. Maar dan hebben ze niet het recht van te zeggen dat ze democratisch zijn als ze ons petitie niet aanvaarden. Ja? Nu, ik dacht ook aan iets anders nog. Erik stelde ook een vraag, maar die moet ik eventjes opnieuw zoeken. Dat was, ik vind die wel. Ah, hier ze. Is er geen mogelijkheid om de huidige particratie te kapen, zoals de lijst Blanco 2024 bij de federale verkiezingen wou doen? Ja. Ja, goed, maar ik denk dat de partij Blanco, ik heb dat toen ook gezegd op een vergadering, dat de partij Blanco een grove fout heeft gemaakt. En zij hadden moeten de weg van de democratie ingaan. Kijk, als zij die 1,5 miljoen kiezers willen bereiken, die zowel ongeldig, Blanco of niet zijn komen opdagen, dan hadden ze moeten in de... hetgeen dat ze gedaan hebben, ja, zodra we verkozen zijn, dan gaan we daar niet zitten, we gaan niet beslissen, we gaan niks doen. Ja, ja, dat is, wat is dat? Ja, dat is normaal, dat zij dan, dat, het resultaat is normaal, hè? Want ik vind dat ze nog veel stemmen hebben gekregen voor hetgeen dat zij wouden daar gaan bewijzen, hetgeen dat ze daar wouden gaan doen. Kijk, zij hebben volgens mij de enige gelegenheid gemist om een partij op te richten die volledig democratisch was. Ja, en dan hadden ze waarschijnlijk volgens mij meer succes gehad. Maar dan zit je nog altijd met die 5% van die kiesdrempelen die volledig ondemocratisch is. En dat is eigenlijk dat is hun probleem geweest. Te weinig stemmen. En bij die andere ook, hè, dat was de madame daar, die van de Open VLD, maar, ja, ja. Die heeft het ook niet gehaald. Hè. Voor u. 5%, ja, maar je begint er maar aan. 5% hier, het Vlaams Blok dan niet mag meedoen met zijn 30%, en dan de communisten, die bezien we niet, dat is ook nog een keer 15%, de lange laatste, en dan die 5%, de lange laatste, de 11% van het kiezerspubliek mag niet meedoen voordat ze beginnen. Telt een keer al die stemmen op, van het Vlaams Blok, van de communisten, van die 5%, en dan van die 101 miljoen en half die niet gekomen zijn, ja? Dat is meer dan 50% van het kiezerspubliek. Dus voordat je begint, gaat de 11% van het publiek, van de burger, niet moeten meedoen. Hè? Blijf thuis. Blijf wel thuis. Ja, ja, daarvoor is die kiesdrempel ook ingevoerd, hè, van 5%, om aan de kleine partij geen kansen te geven. Hè? Ja, voilà. De minderheid, de kleine, die worden gewoon aan de kant geschoven. Ja, en die krijgen dus geen... Die geraken gewoon niet in het parlement. Het is maar zeldzaam dat een partij die nieuw opkomt, ook in het parlement zal geraken. En als ze dan in het parlement geraakt, is dat met een heel kleine vertegenwoordiging. En die zullen dan overdonderd worden door de macht van de andere grote partijen. En dan staan ze natuurlijk nergens niet. Hè. Het is ook daarom dat wij eigenlijk niet geloven in die particratie. En dat we dus absoluut willen gaan voor petities en vooral referenda. Hè. Als die mogelijkheid er is voor referenda, dan kunnen we heel wat bekomen natuurlijk. Hè? Ja, je mag de vrijheid en de vrijheid niet vergeten, hè, Erik. Dat je in een democratie veel vrijer bent. Hè? Ja. Dus. Men zou in het onderwijs het vak democratie moeten inlassen. Ja, inderdaad. Maar het gevaar daaraan is dat als het de inhoud van het programma van... wat democratie is, door de staat bepaald wordt. En als dat dan gegeven wordt in het onderwijs, dan zijn we ook weer ver van huis. Hè? Want dan gaan zij het niet hebben over democratie, maar wel over particratie. En die particratie gaan ze voorstellen als democratisch. Dus wij zijn al een keer met onze vereniging, hè, met een tweetal mensen van onze vereniging, naar een school geweest om een keer in een klas het over democratie te hebben. Maar dat is in één uitzondering geweest. Normaal gezien zou dat heel goed zijn, maar dan dus democratie inlassen als een facultatief voor enkele keren, enkele uren. Maar de inhoud is wel bepalend natuurlijk, hè, van wat dat er gegeven wordt natuurlijk. Ja, in het primair onderwijs in Zwitserland wordt burgerzin gegeven. Ja, ja. Dus geen democratie, maar burgerzin. Daar wordt van jongs af aan al
het systeem zo'n beetje ingepompt. Ja? En ik moet wel toegeven, dit is niet in alle scholen zo, omdat de school, dat is ook een grote verscheidenheid. In Zwitserland zijn er enorm veel verschillende soorten scholen, maar in de officiële scholen wordt in het primair onderwijs al een uur of twee uur, ik weet niet hoeveel, per week aan burgers gespendeerd. Dus. Dat is niet specifiek democratie. Ja, dat weten ze wat dat daar is. Daar moeten ze niet lessen volgen over democratie. Daar lessen ze volgen ze lessen over burgers in. En ik denk dat dat hier ook welkom zou zijn. Ja, ja. En niet alleen in het primair, maar overal. Een beetje meer burgers in zou welkom zijn, denk ik. Zeker. Ja, ik wil ook nog eens vermelden dat inderdaad de N-VA naar Zwitserland gegaan is om zich daar blijkbaar te herbronnen, maar ze zijn daar dus niet goed in geslaagd. Hè. Ik heb een artikel gelezen, een interview met twee mensen van N-VA over de politiek in Zwitserland. En dat was op een dubbele pagina, dat interview, en ze waren er, ik heb het woord referendum niet één keer gehoord of gelezen in dat artikel. Dus zij halen uit de Zwitserse politiek wat dat hen past. Hè. Dus een Sander Lones of nog een aantal andere mensen van N-VA. Die kijken niet naar het referendum hè, en de mogelijkheden van referenda of de verschillende types. Nee, dat komt gewoon niet voor. Ze hebben over de andere dingen uit de Zwitserse politiek. Maar niets over referendum. Natuurlijk. Dus dat zegt al veel, hè? Nou ja, je moet ervan uitgaan dat in Zwitserland het referendum op zich in drie categorieën verdeeld is. Ja. Je hebt een referendum op federaal niveau, je hebt een referendum op kantonaal niveau en je hebt ook zelfs een referendum of een volksraadpleging op gemeentelijk niveau. En dat maakt een groot verschil uit. Ja? In die zin dan dat je krijgt een bepaalde structuur, bepaalde vragen, referendumvragen, die gericht zijn voor de federatie, en bepaalde referenda die gericht zijn in de richting van het kanton. Want je moet niet vergeten dat er wel een grote zelfstandigheid bestaat onder de gemeente. De gemeente heeft een veel grotere zelfstandigheid dan hier. Maar als die overstegen wordt, dan neemt het kanton over. Dan gaat het kanton die plicht overnemen. Maar die zijn op hun beurt ook begrensd. Dat het eigenlijk de federatie is die eigenlijk dan moet tussen beiden komen om dat op zich te nemen. Dus het is heel duidelijk afgeleid. Federatie, kanton en gemeente. Dus problemen op gemeentelijk vlak, die komen nooit in een kanton terecht. Of die komen nog veel minder in de federatie terecht. Hè? Maar die worden ook deeltelijk opgelost. Hè? Het is niet dat ze zeggen, ja, we doen dan niet meer dit. Nee, het wordt opgelost. En dat is heel eigen en eigen aan de democratie daar. Ja? Mm-hmm. Stel je voor dat je hier via een petitie alleen maar kunt aangehoord worden door de politieker. Je weet wat dat wij hebben ondervonden om contact op te nemen met de politiek hier. Hoe scheutig en hoe gretig dat die zijn om te antwoorden op een brief die gestuurd. Of om te antwoorden of om uitgenodigd te worden. Nee, op een tv wel. En in de krant ook, daar wel. Ja, dat is geen probleem. Ja, zo mensen, we gaan stilaan naar 9:30 toe. Dat is zo het officiële einde meestal van ons webinars. Maar dat belet niet dus dat wij kunnen verder spreken, al wie er goesting voor heeft. Maar in elk geval wil ik jullie al danken. En ja, Willy, ik denk dat een heel interessant en tof interactie was die we gehad hebben. En ja, we kunnen op vragen nog schriftelijk antwoorden als die mogelijkheid is. Dat is geen enkel probleem. Dat ook. Ik denk dat laatste hier van Allen en Joek een heel goede opmerking is ook nog. Dat dus directe democratie de algemene cultuur en moraal van de burgers zou versterken en bekrachtigen ook, hè. De goede of de kwade, minder verzachtende krachten dan bij
Ja, partijdemocratie. Partijdemocratie. Particratie, zeg maar. Nou, kijk, om even een idee te geven hoe dicht dat de politiek of de verkozenen in Zwitserland bij de burger staat, is zo. Het ministerie dat eigenlijk de twee parlementen die kiezen een regering van 7 ministers, die ieder een ministerie ter verantwoording hebben, die verantwoordelijk zijn voor een ministerie. Onderling verkiezen die eigenlijk een president of een voorzitter van de vergadering, die tevens ook het hoofd is van het land, die representeert, die vertegenwoordigt het land. Die wordt ieder jaar door hun opnieuw gekozen, dus die is maar 1 jaar bezig. Nu moet je aan een gemiddelde Zwitser een keer gaan vragen, wie is er vandaag de president van het land? Die gaat dat niet weten, want om het jaar verandert dat. Ja? Nu, het is eigenlijk zo dat je er moet van uitgaan dat die zaken zo gestructureerd zijn door het feit dat de politiek en de burger zo kort bij elkaar niet komt te staan door het feit dat je echt je hebt direct voor die persoon gekozen. Die persoon die weet dat hij verkozen is en door wie en weet ik wat. Dus dat kan alleen maar de stabiliteit, en dat bewijst dat land ook, die hebben een van de stabielste regeringen die hier eigenlijk bestaan. Ja? Die lachen met ons. Mijn contactpersoon in de kanselarij in Bern, die durf ik niet meer aanspreken en geen vragen meer stellen over het domme gedoe hier. Hè? Of ik krijg daar geen enkel antwoord meer van. Hè? Die zitten met ons te lachen met die regeerakkoorden en zitten nu een keer te discussiëren. Die maken afspraken voordat een regering begint. Donze. En ik heb dan gekozen voor een partij en voor een partijprogramma. En door het feit dat ze hebben toegevingen moeten doen, is dat programma, dat puntprogramma, is dan weggevallen. En ik sta daar als kiezer. Ik sta daar. Ja. Ze doen niet wat ik zeg. Ah nee, ze hebben moeten toegevingen doen. Misschien kan ik nog een vraag stellen aan Robert. Omdat hij dus zegt dat hij eigenlijk vindt dat de personen die niet democratisch zijn, of zo extreem rechts dan, of de waarde van de democratie niet aanhangen, dat die eigenlijk geen kans moeten krijgen om te spreken, denk ik dan, of om daarmee in debat te gaan. Maar hoe kijkt je dan naar personen zoals Charles Michel, die daar schrijft van, ja, in Europa zijn er 26 democratieën, dat zijn de landen die tot de Europese Unie behoren, en daar moeten we naartoe gaan. Dat is dus die democratieën, maar van de Europese Commissie, moeten we die man dan laten spreken, terwijl dat toch ook onzin is wat dat hij verkoopt. En ook, hij spreekt voor zichzelf en hij spreekt voor zijn eigen portemonnee en voor zijn eigen functie. Maar Europa is niet democratisch. Dat zijn ook geen democratische waarden die mensen van de Europese Commissie uitstralen of uitdragen. Zij spreken niet in naam van de burgers. Moeten wij hen dan ook de mond snoeren? Of moeten wij alleen maar zeggen, ja, die voor het Vlaams Belang stemmen, gaan we de mond snoeren. Want die extreemrechtse, die moeten niet gehoord worden. Allee, dat is een beetje een vraag die ik mij dan stel. Wie ga je dan wel laten spreken en wie niet? En wie bepaalt wie dan wel mag spreken en wie niet? Als je begint gaan uitsluiten, is ondemocratisch. Ja, dat is niet uitsluiten hoor, maar u wilt een democratie, maar u laat mensen toe die democratische waarden helemaal niet ondersteunen. Ik geef het voorbeeld van Vlaams Blok. Dat is toch geen democratische partij? Waarom moet je die... Ja. Hoe komt dat die zo groot geworden zijn? Onder andere omdat ze op tv, in de media komen. En wat mij het meest van al ergert, is dat men een partij als Vlaams Belang, Vlaams Blok, overeenkomst scheert met anderen. En dan zeggen ze, zoals jullie ook zeggen, de communisten, dat is hetzelfde. Dat is totaal anders. Mensen, lees toch eens programma's van bepaalde partijen en vergelijk het programma van Vlaams Blok eens met het programma van, ik zeg onder andere, PvdA. PvdA, dat is een democratische partij. Lees hun voorstellen eens wat dat zij doen. Wat is daar extreem? Wat is daar communistisch? Wat is daar verkeerd aan? En daar heb ik het moeilijk mee, dat men vorm geeft
Ik heb zondag willen kijken naar de zevende dag. Ik heb dat niet gedaan, omdat als ik daar een figuur als Soldaas leer, die wordt al een beetje opgeheimeld nu. Hè. Dat is een dictator, hè. Die is afgescheurd. Nee, hij is van Vlaams blok nog altijd, maar het is Forza Ninove, hè. Forza Italia. Ja. Moet je zo'n mensen aan het woord laten? Moet je die... Ja, je kunt er naar luisteren, maar... Vergelijken. Ik heb het ook helemaal niet met een Charles Michel, hè. Absoluut niet, hè. Mm. Maar je mag zijn visie en zijn dingen niet veralgemenen met waar de MR voor staat, of waar liberalen voor staan. Ik ben helemaal geen liberaal. Maar dat vergelijken en op dezelfde voet zetten als Vlaamse Blok, sorry, hoor, maar dan bent u totaal verkeerd. Zeg Robert, je moet het democratisch bekijken. Ik denk dat je... bekijk het democratisch, maar... Nee, ik denk dat je het particratisch bekijkt. Kijk, Ik heb dat straks gezegd, ik luister ook naar u. Ik hoef met u niet akkoord te zijn, maar ik luister naar u. Ik ga u niet uitsluiten omdat ik niet akkoord ben met u. In een democratie doet iedereen mee. Ik luister naar u, ik luister naar het Vlaams Blok, hoor wat ze willen zeggen. Maar uiteindelijk gaat de burger beslissen. En die denkt niet dat die denken dat die gelijk hebben. Hè? Want ik ga een anekdote bij de verkiezingen van 2019 hadden de communisten 2 zetels in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Zwitserland. Bij de verkiezingen van 2023 hadden die niks meer. Die bestaan niet meer in de regering. Bij de laatste verkiezingen bestaan die niet meer. De grootste rechtse partij die verloor in 1 keer 4 of 5 zetels. Ja, je moet niet denken dat die het voor het... Die weten ook dat zij verkeerd zijn. En die weten ook wat dat de kracht van de burger is. En het is uiteindelijk de burger die dat bepaalt. Ja, dus in een echte democratie, hè, waar de burgers het voor het zeggen hebben, daar kunnen ze eigenlijk als puntje bij paaltje komt hun eigen wetten bepalen. En eigenlijk komt het erop neer dat de burgers, degene die de gevolgen van een wet of een besluit moeten dragen, die moeten kunnen meebeslissen. Dat is eigenlijk het punt waar een democratie op staat of valt. Dus op het moment dat de burgers zelf over wetten kunnen stemmen, en zelf beslissingen kunnen nemen over bepaalde maatschappelijke problemen, dan zullen ze diep nadenken, want hetgeen wat ik nu beslist, moet ik zelf ondergaan. Snap je? En dan vervalt het populisme, hoor. Dan zal het populisme minder kans krijgen. Ik wil dat hopen, maar dat gaat niet van vandaag op morgen zijn, hoor. Daar gaat een generatie over gaan. Ah, ja. Daar ben ik mee eens dat het niet van vandaag komt. Maar er moet wel aan gewerkt worden. Dat bedoelen wij. Akkoord, maar ik vrees een beetje als je die extreemrechtse partijen en extreemrechtse ideeën goed meeneemt, dat het moeilijk gaat worden. Zeg maar, er zijn nog andere factoren die een rol spelen. Hè? Het is niet alleen die extreme partijen. Het zijn nog andere dingen die de democratie tegenwerken. Die er niet aanwezig zijn, die hier nog niet aanwezig zijn, die, en we hebben het daar straks gezegd, een ophemeling van zulke partijen door de media, dat is natuurlijk volledig contraproductief. Ja? En daardoor worden, en dan begrijp ik uw standpunt volledig, dat jij zo reageert tegenover zoiets, omdat dat op een onnatuurlijke manier in het licht wordt gesteld. Kijk, ik heb u daar straks gezegd, die zijn groot geworden omdat door de cordon sanitair alleen al. Had die de eerste keer laten meedoen, dan was er vandaag geen sprake meer van geweest. Daar heb ik sterk mijn twijfels over, hoor. Ja, maar dat is teken dat ze dan wel bekwaam waren. Als zij onbekwaam zijn, dan hadden ze geen kansen meer gehad. Neem het voor mij gerust aan. En dat zie je. Dan hadden ze misschien al, ik weet niet wat, al allemaal België misschien al... Telde België niet meer mee op internationaal vlak. Hè. Laat ze maar eens doen met een onafhankelijk Vlaanderen. Hè. Ja, ja. Ze gaan dat werkt. Ja, maar laat ze aan de macht komen en het is een Republiek Vlaanderen. Hè. Ja, maar niet aan de macht. Ik heb gezegd, ja, mee. Laat ze mee regeren. Die geraken nooit aan de macht. Geen enkele partij geraakt niet aan de macht. Hoe komt het dan nu dat in Italië, in Hongarije, in Polen is het nu gekeerd,
In alle landen komen ze aan de macht. En u zegt, ze komen niet aan de macht. Nee, wat hebben die dan gezegd? Denk je dat die daar alleen het voor het zeggen hebben? Die zijn niet alleen om die het niet voor alleen, het zeggen maar hebben. Ze bepalen wel de politiek, hè? Ja, hoe dat? Ik heb laatst wel eens gehoord wat er in Hongarije allemaal gebeurt, hè? Orbán heeft dan het dat voor het zeggen, hè? Sorry, er is niemand. Hij zet iedereen naar zijn hand. In Italië hetzelfde. De pers wordt geboycott. Alles zetten ze naar hun hand. Alleen nog wat zij beslissen en hun ideeën worden uitgevoerd. Dat is een dictatuur geworden. Je omdat moet realistisch het particratie is. Nee, omdat het particratie is. Ik denk dat als sneeuw voor de zon gaat verdwijnen. Dat heeft, sorry. Ja, maar nee. dat heeft met de democratie niet veel te maken. Hè, of dat maar jawel. Jawel. Nee, maar nou, zeker nee. Niet. Zorg dat uw democratie niet kan ondermijnd worden door mensen. Zorg daarvoor. Dat is het eerste ding. Niet zeggen van, dat is heel nobel. Hè. Iedereen doet mee. Ongeacht of dat dan een racist of een fascist of een dictator is. Iedereen mag meedoen. Alleen de referenda kunnen ervoor zorgen dat de sorry, democratie sorry. Niet ondermijnd wordt. Dat is geen democratie. Dat is geen democratie. Dat ze morgen in Italië of in Hongarije maar een keer het referendum invoeren. Dan gaat onmiddellijk zien hoe ver dat het nog gaat. En dat is jij gewoon... denkt dat ze daar nog het referendum gaan kunnen invoeren? Nee, nee. No way. Als het zou gebeuren. Dat wordt allemaal tegengehouden nu. Zolang maar... ze daar... Maar... Ze zijn aan de macht gekomen, hè. Dus dat is eigenlijk is dat een tegen soort... realiteit, hè. Dat is een soort cirkelredenering, hè. Ja. Ja. Die nu gaande is. Ik bedoel, als de partijen de macht hebben, zullen zij natuurlijk hun macht bestendigen en zullen zij hun ideeën doordrukken. Maar van het moment dat de mensen via referendum, renda, de kans hebben om de partijen terug te fluiten, en wetten die partijen beslissen terug te fluiten, dan liggen de kaarten totaal anders. En dan leven we in een democratie. En zolang als dat niet het geval is, moeten wij het woord democratie niet in de mond nemen. Ja. Ja, want dat democratie noemen wat wij nu, dat systeem wat wij nu zitten, is woordzwendel. Ja, maar ik wil alleen wijzen op de gevaren die er zijn. Als je zegt inderdaad, ik wil een directe democratie. Wat de gevaren zijn, dat het gaat ondermijnd worden door die strekkingen. Dus, en dat u daar niet te licht, maar ik wil alleen maar zeggen, u mag daar niet te licht overgaan. Nee, dat gaan we niet licht proberen, over. Maar dan zal Zwitserland nu al lang... iedereen mee. Robert, ja, Guido? Dan zal Zwitserland nu al lang een extreem rechtsbolwerk moeten zijn. Ja. Ah nee, ze hebben nooit... Oh, waarom niet? Ze zijn al 170 jaar, functioneert het zo. Ah wel, maar dat zegt toch... Dat kan u niet vergelijken. Ja, maar Robert, dat is dan toch een bewijs dat die rechtsen niet aan bod komen. Ah, ja? Maar wij hebben nu al een heel andere traditie, hè. Zwitserland ja, niet, hè. Zwitserland is dat niet gewoon, hè, van zo'n partijen. Ja, nee, maar... Dat is een omgekeerde wereld, hè. En wij zijn het gewoon, wij zijn het gewoon. We gaan nog 300 dagen moeten wachten voor een regering. Veel moeilijker, hè. Ik wil alleen maar op het gevaar wijzen, dat is alles. Ja, ik ben absoluut niet tegen jullie principes, absoluut niet, hè. Ik ben er 100% voor gewonnen, maar ik heb alleen een beetje bang om... Robert, wat denk je van onze petitie? Ja, ik ben er volledig mee akkoord allemaal. Volledig mee akkoord. Ga jij ze dan ondertekenen? Natuurlijk. Bedankt. Nee, misschien? Natuurlijk niet. Ik wil, maar ik heb mijn vrees, is wat ik al gezegd heb, juist van die extreme dingen. Als je, wat er nu gebeurt, dat ze niet te veel aan forum geven, ik zal het zo zeggen. En daardoor zijn die groot geworden. Want ik ben er ook niet overtuigd, wat iemand zegt, van dat het verlangen of de verlangers zijn van de bevolking, omdat die rechtse partijen dat uitvoeren en dan naar luisteren. Ik denk dat het omgekeerd is. Ah, ja. Natuurlijk, die partijen bespelen de mensen, zeggen, als je voor ons stemt, wij bieden nu de oplossing. Ja. Dat is niet echt de verlangens van mensen. Enfin, nee, voilà. Je begrijpt mijn standpunt. Ja. Dus ik ben absoluut voorstander van jullie ideeën over meer democratie en directe democratie. Absoluut.
Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, absoluut. We begrijpen elkaar, hè. Ja, absoluut. Wij zijn democraten. Ah ja, voilà. Voilà. Ja. Goed, zullen dus, we dan hiermee afscheid nemen? Oké. Okay. Ja, ik denk dat dat goed is. Willy, ik laat het nu over. Guido, om... Of, nee. Ik heb eigenlijk al het officiële gedeelte... Beatrix, ik ben met iedereen, dus ik hoop inderdaad dat de petitie getekend wordt en stuur ze door naar andere mensen, alsjeblieft, zoveel mogelijk naar hun netwerken, want dat wordt een belangrijk campagnepunt. Ja, absoluut. Goed. Allemaal een goede dag. Ja, Guido, en Willy, zeer, zeer wat bedankt. Graag voor de inzetting en voor het goede opvolgen van de vragen ook en het beantwoorden ervan. Ja, dus aan iedereen bedankt voor de aanwezigheid en tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Ja.